gaan naar Parijs, naar de motorshow. Super zuinig is die. Oh, ja. Oh, ik moet hier ook even vervormen. Kijk, ik heb hier een knop. Stuurt jezelf. Groene lijnen. Kom nou. Oh. Niet helemaal. Dat is mis. Ja. Jullie horen geen klappen. Ja, nee, ik hoor. Kijk nu. Nu stuurt je dus zelf. Daar zijn glorie. Dus dat is op zich had ik dit in een normale auto kunnen doen. Nee, Het was super speciaal. Ik heb ook wel eens meegemaakt in een Suzuki Swift. Dat je gewoon rechtdoor kon rijden. Hij zegt nu wel hard door je handen aan het sturen. Dus, okay, We kunnen nog 2 kilometer staan op het dashboard. Ja, dat is een elektrische range. Elektrisch. De lucht in hybride is dit, hè? Nee, je doet een projectje mee. Gemeente Rotterdam wil zoveel mogelijk elektrisch rijden binnen de gemeentegrenzen. Maar zou je denken, je bent niet binnen de gemeentegrenzen? Nee, dat Rotterdam is groot. Dus dan is het fijn om gewoon benzine te kunnen tanken. Jongens, zo'n auto biedt voordelen. Ze worden het beste boven world. Maar die onbeperkte actieradius van de verbrandingsmotor en zero emission in het stadscentrum. Compleet hersenspoelt die man. Wat blij dat we hiervoor naar Frankrijk zijn gereden, jongens. Pommes frites, dat is Frans, hè? Ja. Nee, moeten we ook uitleggen wat we niet gaan doen? We gaan niet naar de traditionele group night van Volkswagen Groep. Normaal hebben die altijd alle merken bij elkaar, fantastisch verhaal. Maar Volkswagen staat er niet. Seat staat alleen maar in de stand buiten. Skoda staat er wel als fabriek. Porsche staat er alleen maar de importeur. Lamborghini importeur. Bentley niet volgens mij. Hebben we dan nog iets gemist? Audi ook alleen maar de importeur. Ja. Dus ja, Volkswagen Groep laat Parijs even links liggen. Het is spijtig. Nee, dat maakt op zich niet uit. Maar ze waren niet het enige merk van die kwam. Ook Volvo doet er niet zoveel meer aan. Autoshows is ook niet Parijs. Ford is er niet. Mazda geloof ik niet. Maar die is nooit in Parijs. Ik weet niet wat ze tegen Parijs hebben, maar we hebben ze iets tegen. Wie er meer niet? Jij weet dat soort dingen, Casper. Jij bent van de feitjes. Dat weet ik niet meer. Nee, volgens mij hebben ze allemaal redelijk gehad. Maar goed, eerst even naar Mercedes. Wat vind je van de kofferruimte, Casper? De camera past erin, meer heb ik niet nodig. Dus dat is mooi. Ja, denk je, waarom staat die jongen bij een zwembad? Niet omdat we erin gaan liggen, Casper en ik. Casper is er ook hoor, kijk hem nou staan. Ik geef hem niet de microfoon, anders gaat hij de hele tijd doorheen praten. Zo wist hij. Nee, dit is de plek waar Mercedes straks de GLE gaat onthullen. En denk je, ja nou, leuk, zwembad. Nee, ik vind het echt een gaaf gebouw. Piscine Molitor. Het is 29 geopend, 89 ging het dicht. Heel lang gerenoveerd. 2013 of zo weer opengegaan. Maar dit is historische grond. Mannen, luister even, vrouwen denk ik ook wel. Hier is in 1946 de bikini geïntroduceerd. De bikini is gewoon hier, deze plek, geïntroduceerd. Maar daar had een Nobelprijs voor moeten worden uitgereikt. Is niet gebeurd. Dus daarom dat we er toch nog gewoon even bij stilstaan. Louis Réard heeft dat gedaan, 1946. Onthoud die naam en dat jaartal en dit zwembad. En we gaan nu auto's kijken, oké? Oké. Wat zou je liever kijken eigenlijk? De onthulling van de nieuwe GLE of de onthulling van de bikini? Bikini. Ja, binnenkort bij... ik weet eigenlijk niet waar. Nou, ik weet eigenlijk wel waar, maar ik ga het niet vertellen. Dit is de nieuwe AMG. Maar het is niet meer de 45, dit is de A35 AMG. Wat ze bij Mercedes of AMG gaan doen, is natuurlijk wat ze bij Audi ook hebben gedaan. Je hebt je S3, RS3 en dat is het eigenlijk. Die differentiatie ook aanbrengen. Dus dit is een beetje, het is meer dan een hot hatch, want hij heeft wel 306 pk, 400 Nm koppel. Mooi man, ik had net mijn speakbriefje op mijn telefoon en nu vergeet ik alsnog de sprinttijd naar de 100. Gelukkig kan ik het weer opzoeken. 4,7 seconden naar de 100. Dat is wel rap. Maar er komt dus nog een A45 of misschien een 47 of een 50 of een 43 AMG. Er komt nog een snellere versie, is de verwachting. Dit is een leuk toetje. Voorgerechtje. Toetje. Toetje komt pas na het eten, Wout. Leuk voorgerechtje, maar er komt misschien nog wel een heftige. Ik vind hem ook vrij discreet, want dit is wel een Edition 1. Dat kan je zien aan de striping. En heeft hij die kleine flapjes hiervoor, zeg maar. En spoiler, achterop, leuk hè, kan heen en weer rennen zo.
Ja, verder, ja, ik vind die A-klasse echt wel goed opgeknapt. Gewoon vooral qua interieur, die grote schermen die hij nu heeft. En één ding wat mij opviel, even in het persbericht. We hebben naast comfort, sport, eco en individual, hebben ook een rijmodus slippery. En dat is voor als het een beetje glad is. Dat is een beetje de ouderwetse winterstand die je ook op de automaat had. Dat dan zeg maar de gasrespons wat langer is. Hij wat rustiger op en terugschakelt. Nou, omdat ze hun cliëntelen beter hebben leren kennen voor de A35 AMG zit dat hier nu ook op. Zal ik even achterin gaan zitten? Nou, laat ik dat niet doen. Het is niet heel klein trouwens, maar ik zit denk ik niet heel lekker. Ik ben toch vrij groot. Nou, dat was het even voor de A35 AMG, maar we hebben hier nog meer primeurs. Waaronder de GLE, een Smart en, spannend nieuws, de EQC, elektrische variant. Maar dan komt Martijn, de cameraman, gewoon even naar beneden, dan komt hij rechtbij staan. Het hangt een beetje vanaf in welk kamp je zit, of je dit de afknapper of het meest spannende van de Paris Motor Show vindt. Want dit is de EQC. EQ, dat wordt de benaming voor de elektrische varianten bij Mercedes-Benz. Er gaan natuurlijk een heleboel meer komen. Zoals de EQC 400 4MATIC, zag ik al. Ze bedenken dat ze waarschijnlijk nog wel wat verschillende varianten in vermogens en misschien ook wel accupakketten gaan brengen. Waarom is dit een teleurstelling? Range 80 kilowattuur batterijpakket. Nou, dat is redelijk, maar niet zo groot zoals ze bij Tesla natuurlijk ook doen. Tot en met 100. Of bij Audi e-tron 95. Dus ietsje kleiner. Maar de afknapper kwam een beetje bij de actieradius die ze communiceerden. 400 kilometer WLTP. Dat is aardig, maar het kan dus beter. Dus dat is een beetje zo'n punt waarvan we denken, gaat dit daadwerkelijk potten breken? Natuurlijk is het een Mercedes, dus daar zal al de kwaliteiten van Mercedes hebben. Het is gewoon een normaal afgewerkt interieur dat niet uit elkaar valt. Hallo Tesla. Dat soort zaken. Maar qua actieradius nog niet heel erg overtuigd. Qua topsnelheid overigens ook niet. Die is namelijk 180 km per uur. Elektronisch begrensd. En dat voor een auto 408 pk, 765 Nm. Ja, dit is natuurlijk, die elektrische auto's die accelereren wel lekker snel. Hè? 5,1 seconde naar 100. Maar die topsnelheid, dan trek je zo'n accu natuurlijk heel snel leeg. Is ook wel duidelijk dat dit echt zware jongens worden, die elektrische auto. Want deze weegt 2425 kilogram. Ja, dat is gewoon wel heftig. En het is niet echt een nieuw model in die zin is dat het meer lijkt op een GLC met wat elektrische shit erin en een ander grilletje dan dat het daadwerkelijk een nieuw model lijkt. Maar goed, op zich hoeft dat niet uit te maken. Misschien moeten we nog iets hebben over snel laden, 110 kilowatt tot en met 110 kilowatt snel laden. En dan kan je volgens mij in een half uur redelijk weer een eentje verder komen. Ik moet nog even wennen aan een nieuwe grill van de elektrische Mercedes'en, denk ik. Maar het is wel een seamless design with unique black panel grille en light band. Oh ja, wacht. Kijk, dit is gewoon Knight Rider. Serieus, dit is gewoon een lichte strip. Het staat nu niet aan. Kijk, hier, dit loopt gewoon helemaal door. Dus daar kunnen ze gewoon dingen mee doen. Vet! Een beetje Audi of Porsche Panamera Cayenne achterkantje. Zo met die doorlopende lichtstrip. En de 400 is dan een range. In kilometers. En Martijn zei, misschien komt er dan ook een 63 AMG. Waar je dus wel heel hard kan, maar dat die accu ook echt fucking snel leeg is. Dat is wel plausibel. Goed verhaal. Dit is het nieuws bij de GLE. Meneer doet even de kofferklep dicht. Maar het grote nieuws, misschien wel het grootste nieuws van deze auto. Andere achterlichtjes, een beetje A-klasse stijl. Niet iedereen is daar fan van, begreep ik al een beetje op de redactie. Maar hij komt er ook als zeversitter. Dat is natuurlijk wel big thing. Kan handig zijn. Ik heb zelf niet zo heel vaak 6 passagiers bij me, maar sommige mensen wel. 80 mm extra wielbasis betekent ook dat je weer wat meer ruimte op de achterbank krijgt. 69 mm extra benenruimte voor de benen. Hartstikke super, deze, die dingen. Die zijn bij mij best lang, dus iedere millimeter erbij word ik wel blij van. Natuurlijk dat MBUX infotainment systeem. Dus je hebt die twee grote schermen, mooi touchscreen, allemaal hartstikke fijn aan te passen en zo. Nieuwe motoren ook, de GLE 300D, dat is die 6-in-lijn diesel, de nieuwe. Daar heeft Casper een hele mooie video over gemaakt. Moet je eens een keer kijken, joh. Die jongen die maakt leuke video's tegenwoordig, echt fantastisch. En dit is de GLE 450.
Formatic. Het was mooi, in de pers stond dan ergens, ja, alleen maar Formatic versies. Ja, nu, maar je weet dat er waarschijnlijk ook alweer een achterwiel aangedreven versie er gaat verschijnen. Maar die 450, best wel aardig, 367 pk, maar even de newtonmeters even opzoeken. 500 newtonmeter koppel, oh, het staat gewoon hier. Hier staat het, jongen. 5,7 seconden naar 100, ik zal het even voorlezen wat daar allemaal staat. 250 km per uur. Nou, het kan nogal verschillen, het verbruik, zoals jullie kunnen zien. Nee, wat wel aardig is, deze heeft dan ook die elektrische boost-functie, waardoor die 22 pk extra kan krijgen voor tijdens de acceleratie. En dat helpt natuurlijk gewoon even bij de tussensprint. Natuurlijk niet als je de topsnelheid wil halen, want dan is die accu, het kleine accu'tje wat erin zit, natuurlijk wel gewoon leeg. Want het is geen echte volledig hybride. 4MATIC is ook nieuw, volledig variabel tegenwoordig. Wat ik wel enigszins jammer vind, want wat ik leuk vond bij de vorige generatie E63 AMG bijvoorbeeld, is dat hij eigenlijk 65% van die kracht ging gewoon naar de achterwieler, no matter what. En je hebt je dus eigenlijk gewoon een lekker drifthokje, die ook nog af en toe nog wel een beetje weg kan als er sneeuw ligt. En we hebben E-Active Body Control, oftewel die elektronische stabilisatoren die je dan los kan gooien. En heb je meer wheel travel, wieluitslag. Dat woord zocht ik. Zal ik even in die interieur gaan zitten? En even mijn eerste indruk. Ah nee, het kan niet. Er zitten allemaal mensen in. Ram vol. Kijk, dit is dus het moment dat je die zevenzitter optie had willen hebben. Want het zit gewoon vol met andere mensen. Ik vind hem wel, interieur vind ik echt wel verbetering met die twee grote schermen. Audi is nog mooier, dat moet ik dan ook wel weer bij zeggen. Maar het is wel goed geworden. Je kunt natuurlijk niet deel 1 alleen maar Mercedes behandelen. Dus dan pak ik nog even een ander merk mee, namelijk de Smart. Smart 4E's is dit een concept car. Lekker fris en fruitig, compromisloos. Elektrische aandrijflijn natuurlijk. En kijk, oh, hier, current driver, wat leuk. Je hebt hier gewoon een soort vrienden. Dus Dr. Z is 400 meter hier vandaan. Wat wel raar is, want hij heeft zijn evenement hier. Ja, weet je, geen dak. Dus het lijkt een beetje op die Smart Crossblade en de 4Speed. Crossblade, de eerste generatie Smart, die is toen ook destijds op de markt gekomen. Was spuugduur. Verkocht uiteindelijk wel. Is wel een beetje zo'n collectors item. Deze auto moet ze denk ik nog wel een aantal dingen aan doen om hem op de markt te zouden kunnen brengen. Namelijk bijvoorbeeld een uitsparing maken voor de kentekenplaat. Die hebben we bijvoorbeeld niet. Normaal stuur, ik weet niet. Dit zou op zich wel kunnen volgens mij. Dit is dan wel gewoon weer gaaf gedaan. Ja, het is een grappig ding. Laat een beetje zien waar Smart, zeg maar, de volgende generatie naartoe zou kunnen gaan. En of dit op de markt komt, hangt denk ik een beetje vanaf of wij, zeg maar, wij de pers en het publiek een beetje enthousiast reageert. Dus laten we dan maar gewoon echt heel enthousiast doen. Dat is echt tof dit. Breng het gewoon op de markt. Hartstikke leuk. Kan hij ook open? Nee, hij kan niet open. En ik heb ook leren, echt gewoon van leer, van die matten erin. Lijkt me niet heel handig. Maar het is wel een... ik vind voor een Smart gewoon een gaaf ding. Met echt ook vette banden erop. Van die Trofeo Air banden. Wat bijvoorbeeld zat volgens mij ook op de Aventador FSVJ toen die dat Nürburgring record deed. Dus het zou ook kunnen dat ze een Nürburgring record gaan doen met een Smart. Ik weet niet welke klasse. Niet voor tweezitters, want dat is de avond erdoor namelijk ook al. Maar we kunnen vast iets verzinnen waar deze dan, zeg maar, totaal kampioen in kan zijn. En dit is misschien wel het vetste wat hier staat. Ja, dit is natuurlijk... eigenlijk is het heel bizar. 1500 kilogram aan Lego steentjes, meer dan 1 miljoen onderdelen, iets van 13.000 uur waar ze mee bezig zijn geweest, echt heel lang. Een replica van de Bugatti Chiron, zo nauwgezet mogelijk. Hij kan ook echt rijden overigens. Hij kan ook gewoon lampen aan en uit zetten, daytime running lights, headlights, hup, aan, uit. Groot licht kan ik geven ergens. Hier, komt hij. En, dat is helemaal leuk, ik ga het nu even doen. De motor kan ook starten. Ik loop er even naartoe. Een stukje speakertje. Maar dat maakt niet uit. Hey, dit is echt bizar. Hey, dit is echt bijzonder gaaf gemaakt. We kijken hoeveel steentjes hier zitten. Als je daar gewoon eens even goed bij kijkt. Hoe ze heel die, zeg maar de buitenkant hebben gemaakt. Het is echt bizar hoe lang ze daarmee bezig zijn. Ook het hele interieur. Echt ook gewoon heel nauwgezet. Echt ongelooflijk. Wat bizar. Even reffen.
Hoe gaaf is dit toch? En het rijdt gewoon. Het rijdt gewoon echt. Mooie stunt van Lego. En je kan hem ook kopen als kit, hè, moet ik zeggen, van Lego. Want misschien krijg ik dan ook een keer een mooie Lego doos. Lijkt me heerlijk om in de kerstvakantie zo'n heel ding te maken. Naast mij de 508 SW. Ik weet, waar staat de SW? Is Sportwagen bij Peugeot? Dat weet ik eigenlijk niet eens zeker. Ja, ik vond de gewone 508 wel mooi. Ik vind deze ook mooi. Het is echt gewoon een heel fris, modern ontwerp. Echt gewoon weer helemaal bij de tijd. Dat vind ik echt wel grappig. Is dat je dan verschillen ziet tussen verschillende modellen natuurlijk. Maar ook tussen verschillende merken. Dit is echt wel is gewoon heel goed gedaan. Aantal facts en figures dan van de 508 SW. Hij is ietsje lager geworden. En ik heb hier de dingen bij me. 6 centimeter lager. 5 centimeter korter. En daardoor ook iets minder bagageruimte. 30 liter minder dan de vorige. Maar ja, 530 liter is nog steeds groot genoeg. Ik weet niet of we hem open kunnen maken eigenlijk aan deze. Kan vast wel. Kunnen we erin kijken? Ja, dat kon ik. Maar hij was elektrisch. Dan moet je niet nog een keer drukken. Elektrische kofferklep. Volgens mij optioneel. Weet je, je kan hier over klagen over deze ruimte, maar dit is echt helemaal prima. Volgens mij zo'n vloertje wat nog even open kan. Ah jongen, reservewiel. Ah. Het is wel een gladde vloer trouwens, zit. Best apart. Dat is weer een beetje mooi afgewerkt. Kunnen we ook gewoon elektrisch weer dicht doen. Goed nieuws. 70 kilogram lichter dan het uitgaande model. Dus dat scheelt ook wel weer behoorlijk. Nou ja, hele range aan motoren natuurlijk. En dan pak ik altijd weer even mijn speakbriefje erbij. Dat ik alle pk's en zo goed zeg. Ik weet ook wel niet altijd alles uit mijn hoofd, hè, natuurlijk. 1.5 en 2 liter benzine. 130, 160, 180 pk. En die twee diesels 180 en 225 pk. Ja, en interieur. Ik ga toch nog even een keer erin zitten. Dat kan niet. Dan staat die meneer al te filmen. Nou, dan kijken we gewoon vanaf deze kant even erin. Gewoon wel weer erg fraai. De Peugeot iCockpit, dat kleine stuurtje. Ook dit, met dit hout. Ik hou niet van hout in het interieur. Maar dit is dan weer zo'n moderne interpretatie daarvan. En gewoon lekkere, een beetje terracotta-achtig leren bekleding. Dat is gewoon goed gedaan. Dit is een first edition overigens. Waarvan ik niet exact de specs weet wat er dan allemaal standaard is. Dat zit wel ergens in een persbericht in mijn mailbox. Maar ja, we kunnen niet alles uit ons hoofd leren. En hier ook nog even in het wit. En daar nog in het paars. En, dan, en daar in het een beetje saaiig blauw. Dat is niet helemaal mijn kleur. En dan gaan we nu even doorzoeken naar het plug-in hybride nieuws van Peugeot. Want dat is er namelijk ook. Ja, dit is dan... Dit zijn ze dan, moet ik even zeggen. De plug-in hybride modellen van Peugeot. Er staat ook nog een concept daar, maar die gaan we even apart behandelen. 508, 508 SW en 3008. Grappig is, er komen meteen twee varianten van de hybride aandrijflijnen. We hebben eventjes de tijd nodig om dat uit te leggen. Alhoewel het eigenlijk helemaal niet heel ingewikkeld is. Maar we hebben de hybrid. En die heeft een 180 pk benzinemotor 1.6 en een 110 pk elektromotor. En dat drijft dan allebei de voorwielen aan via een nieuwe automatische transmissie met 8 versnellingen. Een speciale transmissie die voor die plug-in hybride toepassing is ontwikkeld. Zak je nou weg? Oh, je viel in slaap, sorry. 11,8 kilowattuur batterijen. Dan hebben we ook nog de Hybrid 4. En die heeft een 200 pk benzinemotor. Ben je er nog? Ja, die andere had 180 pk. Hè? Deze 200 pk, die Hybrid 4. Dus trouwens de 3008 staat hier als Hybrid 4. En nog steeds die 110 pk elektromotor. Maar die drijft dan de achterwielen aan. En het interessante is, de optelsom wordt dan volledig anders. Want totaal heeft die dan 300 pk de Hybrid 4. En een iets grotere accu. 13,2 kilowattuur even uit mijn hoofd. Dan ga ik even spieken of ik nog meer dingen erover heb. Ja, ze zeggen 50 kilometer WLTP elektrische range. Ja, dat is vrij logisch. Dat moeten ze allemaal halen. 60 kilometer NEDC. In de praktijk denk ik dan 35, 40 kilometer misschien daadwerkelijk elektrisch kunnen tokkelen op deze plug-in hybrides. En dan denken jullie misschien, waarom komt Peugeot überhaupt nog met plug-in hybrides? Toch helemaal uit. We hebben geen lage bijtelling meer. Nou ja, CO2-uitstoot voor de hele vloot moet in Europa nog steeds naar beneden. Naar 95 gram in 2021, even uit mijn hoofd.
En dat betekent eigenlijk dat al die auto's, ja, er moeten gewoon plug-in hybrides komen die een stuk zuiniger zijn. Die tellen ook weer extra mee in de vloot en daarmee kunnen ze dus scoren. En je ziet overigens ook in Nederland dat de wat dikkere plug-in hybrides in principe relatief voordelig zijn om aan te schaffen. En weet je, ik denk dat zo'n hybrid 4, vierwielaandrijving, 300 pk, ja, is toch best oké voor een 3008 of een 508. En zijn natuurlijk wel allemaal gewoon wit, hè? Wit zijn ze, wit. Ja. Zoals Casper het verwoordt, lekker retro swag, velour interieur. Ja, ik vind dit wel tof. Dit is natuurlijk een beetje reïncarnatie van de Peugeot 504, als ik heel goed herinner. Nee, volgens mij, moeder heeft of een 504 of een 304 ooit gehad. Maar in ieder geval was dat uit die periode. Hij is ook qua lijnen en zo echt wel, past dat wel bij die auto. Maar het wordt nog veel interessanter bij dit apparaat. Het is de Peugeot e-Legend. Namelijk volledig elektrisch. En laten we dat ook niet lullig doen. Meteen 100 kilowattuur batterij. Dus iDes Mercedes. En maar Audi valt er nog mee. Die komt daar een beetje in de buurt. Elektromotor. 463 pk. 800 Nm koppel. Ja, maar ja, als we elektrisch gaan rijden. We gaan dat wel met enorm dikke apparaten natuurlijk doen. Betekent sprintje naar de 100. Minder dan 4 seconden. Topsnelheid 220 km per uur. Maar dat boeit eigenlijk allemaal niet zozeer. Wat wel belangrijk is. Is de actieradius volgens WLTP. 600 kilometer. Dus ja, mochten ze dit op de markt brengen, wat je natuurlijk af kan vragen of die in deze vorm gaat komen, ja, dan is dat natuurlijk wel gewoon erg interessant. Hiermee kan je natuurlijk eindelijk gewoon een beetje eentje rijden. En ik vind hem overigens ook echt serieus mooi. Kijk gewoon even die voorkant met die lampen, dus echt zeg maar, en de leeuw zeg maar in het zeg maar uitgelicht. Het is echt wel een heel strak apparaat. Dat doen ze gewoon goed. En tegelijkertijd vind ik dit wel een auto waarvan ik aanvoel dat hij er best wel zou kunnen komen met een jaar of twee, drie. Het is niet zeg maar zo'n concept zoals bij dat andere Franse merk aan de overkant zien. Dat je denkt, ja, dit gaan we over 10 jaar nog steeds niet zien. Dat is een soort zwevende pot die auto's transporteert door lucht en ruimte. Nee, dit is zeg maar wat dat betreft een stuk reëler. En wel echt gaaf. En dan denk je misschien, hey, dat is gewoon een Toyota racer, dat ding kennen we al. Maar laat ik eens even wat dichterbij gaan lopen. Samen met Casper. Zij worden echt een soort reuzen. En kijk, dit is gewoon een soort schaalmodel van die racer. Maar dan op zich kan er wel weer gewoon in zitten. Ik ga even naar de specs lopen. Het is ook echt een hybrid. Nee, ik denk dat ik er niet in ga passen. Het is gewoon een Yaris blokje met 68 pk zit erin. En het is een hybride aandrijflijn van de Yaris zit hier gewoon in. Maar echt bizar, maar kijken hoe klein dat ding is. Wat grappig. 600 kilogram. Ik weet niet of er een grote markt voor is, maar iemand heeft het gemaakt. Dus blijkbaar was het idee er. Na doorhalen met een paar goede flessen wijn. En toen dacht ik, nou, we bouwen het gewoon. Kan ons het schelen. Even een momentje stilte. Want dit is de eerste beurs sinds 1996 dat de oude Jimny hier niet meer staat op Suzuki stand. Maar dit is de nieuwe Jimny, dus heel vernieuwd in het wit. Allemaal verschillende kleuren hebben ze hier. Ik heb hem zelf daar ook opgereden. Dat kan gewoon ook met een Jimny. Een Jimny kan echt dingen in het terrein. En binnenkort de rijtest. Dan hoef je verder niet meer zoveel te vertellen. Kunnen we door naar het volgende nieuws. Oh ja, de Vitara facelift. Nee, de Vitara is gefacelift. Staat hier ook? Ik weet niet hoe een Vitara eruit ziet. Vroeger wist ik dat wel. We waren altijd... Laat maar. Maar hier ander belangrijk nieuws achter ons. We hebben niet alleen de Mini Moke tegenwoordig, maar ook de Maxi Moke. Kijk nou, serieus. Kijk, ken je de Mini... Dat ernaast is zeg maar ongeveer het normale formaat. Maar deze is echt wel... ietsje groter. Echt ook gewoon een heel stuk breder, langer, hoger, alles. Deze auto's hebben we vaker zien staan hier. Echt ontzettend beroerd afgewerkt allemaal. Dat is maar wat ik ervan herinner. Maar wel elektrisch. Dus dat vinden wij hartstikke goed voor het milieu. Leuk joh, in het roze. Een soort Barbie-mobiel. Nou, dit is hem dan. Hebben we nog even opgepoetst voor rond. De nieuwe Macan. Ik voorzie een levendige handel in kofferkleppen voor oude Macans. Eigenlijk de enige echte wijziging aan de Macan zit aan die achterkant. Achter ligt een netje wat anders. En ja, ze lopen nu helemaal door in zo'n mooie balk. Die ook verlicht is, denk ik. Ja, daar staan de zilveren lampen aan. Kijk, het is gewoon verlicht.
En heb ik meteen ook heel slecht nieuws. Mocht je denken, oh, dit is een Porsche, dit is een supersnelle auto. Nee, dat is niet waar. Alleen maar als viercilinder op dit moment leverbaar. Want bij Porsche dachten ze, oh shit, WLTP, we moeten al onze auto's nog certificeren. Dat waren we even vergeten. Overigens zou je dat bij de Porsche dealer ook merken. Dan hebben ze even wat minder te leveren op dit moment. Dus alleen maar de viercilinder, 245 pk, 370 Nm koppel, tot snel 225 km per uur. Ja, tuurlijk, het is hard genoeg. 6,7 seconden naar de 100. Ja, en daar ga je natuurlijk wel nat. Want er zijn natuurlijk wel heel veel auto's die sneller zijn dan dit. Plus, wij kennen de Macan 4-cilinder ook. We reden Mille Miglia mee. Ja, het is echt een fijne auto. Maar niet dat overdadige koppel en de power die je eigenlijk verwacht in zo'n soort auto. En zeker als er een Porsche badge op staat. Nou, zijn er wel dingen anders? Ja, in het interieur volgens mij. Infotainment systeem is wat groter. En verder zijn de wijzigingen echt, moet je met een lampje zoeken. Ik vind het overigens wel een mooie uitvoering, zo in die kleur met deze velgen. Daar ligt het niet aan, maar we wachten nog even op de dikke versies. Want die zijn er even niet. Nog wel ander leuk nieuws bij Porsche, namelijk de Speedster. Ja, dit vind ik wel erg gaaf. En 911 Speedster, de cabrio zoals die had moeten zijn. Zo denk ik er af en toe wel over. Gewoon net even wat lager. Ja, je verliest de achterbank. Dus je kunt er maar met z'n tweeën in zitten. Maar dit is wel echt wel oog gewoon goed. Heel net dat lage, die lijnen kloppen gewoon beter. Qua hardware is dit ook echt een interessante auto. Namelijk een aantal dingen zijn gewoon carbon geworden. Dus bijvoorbeeld de voorklep, de spatborden voor, achter het dek. Kijk ook even naar de spiegels. Hele bizarre. Ja, ik weet niet wat voor soort spiegels het zijn. Ik vind ze ook niet per se heel erg mooi. 21 inch velgen met centrale wielmoer. Qua aandrijflijn is dit feitelijk een 911 GT3. Dus die 4 liter atmosferische boxer, 6 cilinder, 500 pk, 900 toeren draait hij. Gecombineerd een handbak. Hij is ook wel echt lekker puristisch wat dat betreft. Hij heeft rode dagrijverlichting. Dat zien we natuurlijk nu eventjes niet bij deze auto. Carbon, remmen. Nee, weet je wel, het is wel echt alle mooie dingen van de 911 nog even één keer in een package. Het verwarrende alleen is dat Porsche zegt, ja wacht even, dit is nog een concept. En hoe de daadwerkelijke productieversie eruit komt te zien, ja dat zeggen we nog even niet. Maar hij komt wel. Dus dat is een beetje raar waarom ze daar nog zo vreemd over doen. Ik denk dat de productieversie potentieel gewoon normalere spiegels en dat soort dingen krijgen. Maar ja, wel weer gewoon een hele gave versie. Een beetje 911R, maar dan als cabrio speedster. Dat is eigenlijk een beetje hoe die hem moet zien. Tof! Ik keur hem goed. Dat in tegenstelling tot de Macan. Maar die is alleen maar als viercilinder. Een paar jaar geleden had Seat geen SUV's. Nu hebben ze de Arona's, de kleinste Ateca Medium. En de Tarraco, dit is de allergrootste. Ja, dit is een beetje Skoda Kodiaq Volkswagen Tiguan formaat. Wel die Tiguan Allspace, want dit is een 7-zitter. 476 centimeter lang. Dat is echt wel een forse unit. Wat ik wel grappig vind, hij heeft wel een beetje het nieuwe Seat design. Hè. Het is wel herkenbaar Seat, maar toch weer net even anders. En toch ook weer niet heel uitgesproken. Ja, al die auto's lijken natuurlijk wel een beetje op elkaar, want iedereen brengt natuurlijk dit soort formaat SUV's op de markt. Niet heel veel keuze in eerste instantie qua motoren. We hebben 150 of 200 pk en dan mag je nog kiezen uit benzine of diesel. En 150 pk zijn standaard dan voorwielaandrijvers. Maar kunnen optioneel natuurlijk wel met vierwielaandrijving worden geleverd. Wat ik wel aardig vind, hij heeft standaard front assist met voetgangersherkenning. En ook lane assist, zodat je binnen de lijntjes blijft rijden. Dan zijn dat lane assist, het laatste systeem. Dus dat is een systeem wat we altijd uitzetten. Maar je ziet wel dat die veiligheidssystemen langzaam steeds meer in alle auto's terechtkomen. Het is overigens een 7-zitter, had ik dat al gezegd. Dus we kunnen achterin kijken. Niet heel ruim. Ja, weet je, als je dan toch zo'n grote unit van een auto hebt, waarom dan inderdaad niet gewoon die derde zitrijder bij? Nou, dat was het weer voor de Tarraco. 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 Hey jongens, dit is de toekomst, hè? Vliegende auto's. Dan doe je zo'n ding op je rug en dan kan je jezelf laten transporteren door de stad. Er staat daar zo'n potje. Kijk, en hierachter heb je dan zo'n mooie animatie hoe dat zou kunnen zijn. Oh, animatie, gewoon een plaatje. Ik ben echt onwijs veilig. Mensen die gewoon niet eens auto's kunnen inparkeren, die dan met zo'n ding gaan vliegen.
Te zeggen, ja, hij heeft allemaal sensoren, die kan nergens tegenaan vliegen. Ja, maar dan nog. Je weet ze, auto's met park distance, achteruitrijkamers en zo rijden nog steeds heel veel parkeerschades. Vandaar dat je tegenwoordig ook auto's hebt die gewoon noodrem ingrepen doen tijdens het parkeren. BMW 5-serie waar we vandaag mee hier naartoe zijn gereden, die gisteren eigenlijk, die heeft het trouwens ook. Dus als je te dichtbij het hekje komt, dan bam, vol op de rem. Zo, stoppen, remmen, nu, want anders knal je er tegenaan. Voor in Parijs natuurlijk niet heel handig, want daar wil je gewoon lekker bam, 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 bam. En dan recht kunnen staan in plaats van zeg maar elke keer stoppen voordat je de auto raakt. Maar goed, dat geldt terzijde. Dit ging over vliegende auto's. Ik zoek nog nieuws. Ik zoek nieuws. Ja, die DS3 Forever. Kijk, dit is echt een succesvol model geweest voor ja, Citroën. Was het in eerste instantie en later moest het een apart merk worden. Hè? De DS3. Trois. In het Frans. Ja, ik spreek mijn woordje over de grens natuurlijk ook wel. En wat doe je dan op het moment dat je een heel succesvol model hebt? Dan maak je de opvolger iets totaal anders. Namelijk een SUV. Dus daar ergens, we gaan hem even zoeken, staat de DS3 Crossback. En dat is dus eigenlijk geen opvolger voor deze, waarvan ze heel veel van hebben verkocht. Maar gewoon een nieuw model. En de opvolger voor deze, maar nog niet gesignaleerd. Ja, druk is het hier wel. Het staat hier helemaal vol met deze drie crossbacks. En een hoop mensen die daar toch even bij willen kijken. Ja, ik moet zeggen, ik vind het geen mislukking qua styling. Nou ja, dat zeg ik een beetje lullen. Maar het is best een grappige auto geworden. Het is wel even een uitdaging om er überhaupt in te komen. Want dan denk ik hier, handgreep. Ja, hoe gaat dit werken? Dan moet ik even bedenken. Volgens mij zo en dan open. Dat is dan wel weer redelijk omslachtig. Ja, het is natuurlijk een crossovertje, dus niet al te groot. Ja, wel, ja, weet je, lekker typisch Frans afgewerkt. Gewoon, en dat bedoel ik ook weer niet lullig, maar gewoon wel mooie materialen. Net even wat meer styling eroverheen gegooid. En iets meer levensvreugde dan gemiddeld bij de Duitse merken. En zeker dan bij de Japanse merken, die daar natuurlijk gewoon echt geen mooie dingen doen. Ik vind die handgreep wel echt heel bijzonder. Lijkt me ook iets bijzonders wat gewoon op een gegeven moment stuk gaat. Nou, dan hebben we nog een aantal verschillende varianten. Dan ga ik weer even spieken op mijn spiekbriefje. Ik ben niet zo uit mijn hoofd leerderig vandaag, merk ik. 4-3 PureTech benzines, 100, 130, 155 pk. En één dieseltje, 100 pk. Ja, wat een beetje het probleem vind met deze auto. Ik denk, ja, leuke toevoeging in het DS-gamma. Maar echt geen opvolger voor die DS3 hatchback. Want het is gewoon weer maat groter, maat duurder. En ja, gewoon een ander type auto. Heel leuk dat je dat ook kan kopen. Maar het is zeker geen opvolger. Dus die missen we dan. Maar daarachter staat nog iets wat misschien ook wel weer spannend is, namelijk de elektrische versie hiervan. Dus daar gaan we ook nog even naar kijken. En dit is dan wel weer spannender, letterlijk. Nee, DS3 Crossback dus ook in een volledig elektrische versie. Dus dat doet DS dan wel weer goed. Dit is de DS3 Crossback Etans. Dit lijkt trouwens wel een Sigma, zeg maar de Griekse letter daarvoor. Maar goed, dat is, hij is het er net niet. Interessant, komt in 2019 op de markt. Het zal dan wel een beetje richting het einde zijn, vermoed ik. Aantal specs natuurlijk belangrijk zijn. Ja, natuurlijk, sprint naar de 100. Nee, wat minder belangrijk. Maar hij is wel rap, 8,7 seconden. 136 pk, 320 Nm koppels. Maar het belangrijkste natuurlijk, hoe groot is de batterij? Wat is de actieruimte? Nou, 50 kWh batterij. Dat betekent WLTP 320 kilometer. En als ik even nog even spiek, dan stond ook een NEDC 430 kilometer. Ja, nou ja, het gaat vooral om die WLTP-waarde, 320 kilometer. Dat betekent in de praktijk, nou ja, ik veel 250. Als je een beetje netjes doet, zou je toch wel moeten kunnen halen. Dus dat is wel oké, maar natuurlijk ook weer niet baanbrekend wat dat betreft. Qua styling, we hebben hier die gekke deurhendels, waarvan ik elke keer moet nadenken hoe ze open moeten. Beetje technische materialen binnenin, zeg maar een soort wit stofje, wit leer combinatie. Dus wel, ik vind dit een vreemd interieur. In die zin is dat sommige materialen zijn heel mooi, zoals dat leer hier bovenop. Maar dat kunststof is dan wel weer ja, één maatje goedkoper dan zeg maar past bij de rest van het interieur. Dus een beetje vreemde mix. Misschien ook wel weer typisch Frans. En dit is geen carbon dak, maar gewoon plastic met een soort raar repje erop.
Hey, wel interessant. Hè? Dus één van die vele elektromodellen die wel de komende jaren gewoon op de markt gaan komen. Er gaan er echt veel aankomen. Dus er gaat veel keuze komen. En dan is inderdaad de grote vraag, ja, heeft deze genoeg actieradius? Is dit interessant genoeg? Prijs en zo hebben we natuurlijk ook nog niks over gehoord. Maar goed, het is in ieder geval goed om te zien dat Citroën /DS/Peugeot met al die elektrische modellen wel serieus aan het werk is nu. Film jij eens, ik kom even. Dat is wel fijn. Aston Martin heeft hier alle modellen even naast elkaar gezet. Omdat ik denk dat het voor iedereen wel een beetje lastig is om die verschillen, zeg maar, direct te weten. Vantage daar op de hoek, dat is echt wel ietsje korter. Heeft ook nog minder ruimte op de achterbank, moet ik dan zeggen. Maar DBS en DB11, dat zit natuurlijk wel heel dicht bij elkaar. Vooral als je zo naast elkaar ziet staan. Maar gelukkig kunnen we ook gewoon dingen zien. DBS, ja, is gewoon sportiever. Hij is wel ietsje ruiger. Is meer uitlaten, meer luchtgaten, agressievere spoiler. Dit is trouwens de DBS Superleggera. Superlicht betekent dat. Is hij dan ook superlicht? Nee. Dat eigenlijk niet. Het scheelt 70 kilogram met de normale DBS. Dus ja, dat vind ik niet een waanzinnige besparing. Alhoewel het best moeilijk is om bestaande auto's zoveel kilogram eraf te krijgen. Betekent wel dat hij nog steeds 1700 kilogram is. Heeft best wel wat downforce, 180 kilogram. Dat komt denk ik ook wel eventjes door dingetjes. Dit is best wel een agressieve spoiler. En hier zie je een luchtuitlaat. En de lucht komt er dan hierin. Dat vind ik wel weer een mooie ding, is dat ze langzaam, zeg maar, wat van dat soort aerodynamische trucjes al die sportwagenfabrikanten gaan doen. Nou, die Superleggera, 725 pk, 900 Nm koppel, 0-100 3,4 seconden, 0-160 6,4 seconden. En hij kost slechts €275.000 in Duitsland. In Nederland komt er denk ik 1,5 ton bij een belasting. Zoiets zal het wel zijn. Zo. Het zal wel echt wel hard aantikken. En we kwamen net tot de conclusie dat we de velgen van de DBS Superleggera niet heel erg mooi vinden. Het is niet helemaal de goede kleur op de een of andere manier. Of helemaal niet de goede kleur. Ach, die kan je vast wisselen voor iets anders. Kijk, zoveel geld wordt er dus verdiend met groene stroom. Die monteurs gewoon 911 turbo rijden. Dit is natuurlijk de auto die alles kan. Hè? Gewoon een grote kofferbakruimte, verwielende ruimte. Die kan overal komen. En onze blik viel ook op de dame die daar op het trapje staat. Even naar binnen te kijken. Stiekem foto's te maken. Wij gaan door naar iets anders. Yo. Dit is dus gewoon de best verkochte SUV ter wereld. Ik wist het ook niet. Misschien was het de beste SUV, verkochte SUV ter wereld. Want ik kijk nu even naar het uiterlijk. Is wel een beetje uitgesproken. En ik weet niet of de gemiddelde Toyota Ranger daar dan heel erg enthousiast van wordt. Aan de andere kant, de Aygo is ook wel behoorlijk uitgesproken. Ja, verder, dit is natuurlijk gewoon een hybrid. Dit is een van die vele SUV's die hier staat. Gewoon, echt. Als je een nieuwe SUV wil, en je wil gewoon niet dezelfde auto als de buurman, dan heb je in ondertussen echt zo ontzettend veel keuze. Gewoon qua merken, modellen en weet ik veel wat. En het is natuurlijk een enorme groeimarkt, maar het kan natuurlijk nooit allemaal goed gaan groeien. Oh wacht, ik kan mijn telefoon hier opladen. Jongen, kijk nou. ...2,5 liter hybrid aandrijflijn. Dat is een beetje het Lexus ding. 85% van de West-Europese kopers kiest een hybrid aandrijflijn. Hij heeft nu 218 pk. Dat was voorheen 197 pk. Dat is best wel oké. Okay. Sprint naar 100, 8,1 seconden. CO2, 102 gram per kilometer. En er is overigens ook een all-wheel drive versie van dezelfde hybride aandrijflijn. En dan heb je 222 pk. En er komt ook nog een 2 liter benzinemotor. En die komt dan ook gewoon met handgeschakelde bak of met automaat. Maar ik denk dat die door de wat gestegen CO2-uitstoot in Nederland potentieel gewoon echt 100 keer zo duur is. Dit is, nou, verder weet ik er niet veel over te melden. Hoi. Een lekkere uitstap wel, voor iemand die last van zijn rug heeft, wat ik nog steeds zeg. We gaan naar de Corolla. Want dat is natuurlijk gewoon de meest verkochte auto ter wereld. Ook weer. En die staat hier gewoon. En ik heb weer allemaal info erover. Zal ik het gewoon persbericht voorlezen? Dat is misschien wel een keer leuk. Of is dat te veel? Nee, het is wel te veel. Aantal verschillende motoren. Uiteindelijk hebben ze bij Toyota ook het licht gezien dat ze denken, nou, misschien zijn die turbochargers toch ook niet zo gek. Laten we daar dan wat mee doen. Dus ze hebben een 1.2 turbo met 116 pk. Die start vanaf €319 per maand. Dus ik denk financial lease of private lease. Financial lease zo te zien.
Ja, die naam Corolla komt terug en dat is niet omdat de naam Auris het zo slecht deed. Nee, oké. Waarvan akte, zullen we dan maar zeggen. Corolla is natuurlijk wel een hele bekende naam. Voor mij wel een beetje belegen naam overigens. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar dat hoor ik dan graag in de comments. Hij is een stukje langer geworden als de Touring Sport. Dus helemaal net wat meer ruimte. Ja, lekker opgefrist. Wat kunnen we nog meer over vertellen? 598 liter bagageruimte. Dat moeten we dan even gaan bekijken. Hè? En dat schijnt het grootste te zijn in het segment. Ik ga even kijken. Het piept wel. Deze heeft trouwens ook een verlichte logo in de kofferklep. Dit is dus heel groot. Het voelt niet heel groot. Ah, jongen. Dat komt omdat hier nog een hele bak zit. Waar ook een reservewiel zou kunnen zitten. Het is geen soft close. Dat merk ik al wel. En wat ik in ieder geval ook weet. Wacht even, ik ben even mijn bringetje kwijt. Ook weer een nieuwe hybrid motor. Dan gaan we even spieken, want hier zie ik dan weer 1.8 staan. Maar ik dacht dat er ook een 2 liter hybrid kwam. Zie ik dan weer niet staan. Jongens, ja, info houden jullie het goed van mij. Ja, weet je, wat zal ik ervan zeggen? Het is vast een hele degelijke, zuinige auto met lage onderhoudskosten. Maar het zijn niet per se alle dingen waar ik erg op aansla. Dit interieur is trouwens, serieus, als we een shot van dit interieur zou maken, even zonder die tas van die meneer erbij, maar gewoon van deze stoelen en die bekleding, zou je niet denken, oh, dat is een Toyota. Eerlijk is eerlijk. Het is wel gewoon mooi gedaan. Niks mis mee. Maar zie ik daar de hatchback staan, die rode. Is alweer een beetje een rare, dikke kont. Ja, mochten jullie je afvragen, ja, dit is een concept. De DSX E-Tense, of DSX E-Tense, ik weet niet hoe ik moet zeggen. Een dual car, zoals ze dat hem zelf omschrijven. Niet op zijn Frans hoofd, dat was Engels. Maar het zijn eigenlijk 2 auto's in 1. En met name deze kant is een cocon. Kan gewoon lekker zitten, relaxen. Die stoel ziet er overigens niet echt heel briljant lekker uit om in te zitten, overigens. Maar ik ga het niet proberen, want dan word ik echt zomaar afgemaakt. Maar de andere kant is dus echt wel een beetje meer cockpit-achtig, waar je gewoon lekker zelf kan sturen. En die auto is ook anders van vorm, hè? Leuk zien. Het zijn maar echt 2 verschillende helften. Kijk, deze kant. Nee, maar lekker sportstuurtje, lekker dichtbij je. Gewoon een compacte cockpit. Er was ook geen dak boven, dat zie ik nu pas. Heel klein glazen ruitje om hopelijk nog net een beetje de vliegen en de wind zeg maar buiten je te houden. Het is een motor met zijspan. Het is een motor met zijspan, zeg maar. Ja, dat is het wel een beetje, maar wat DS hier natuurlijk mee wil laten zien is voor jongens, in een autonome toekomst, autonoom rijdende auto's, kan je nog steeds wel zelf rijden. Misschien wordt het zelfrijden dan wel leuker, omdat je alleen maar op die momenten dat het er echt toe doet, het stuur kan overpakken. Deze auto, 2035 roepen ze dan. Oftewel, die komt natuurlijk nooit. Maar ja, het is gewoon een leuk ding om even te laten zien waar het naartoe zou kunnen gaan ooit eventueel. Citroën gaat inmiddels wel volledig crossover. Die C3 Aircross. Hier achter mij de C5 Aircross. Die was in China overigens al leverbaar. Deelt natuurlijk een beetje de onderkant met de 3008 DS7, 5008 misschien ook nog wel, dat weet ik eigenlijk niet eens. Opel Grandland X, dus het is dat platform, met je die genen zit er erin. Verder natuurlijk, ja, typisch Citroën. Ja, een beetje qua styling wel. Ook een beetje met die, ja, de soort airbumps die daar op de zijkant zitten. Redelijk wat personalisatieopties. Je ziet bijvoorbeeld ook die inserts hier aan de voorkant van deze auto zijn zilver. En daar aan die andere auto is donkergrijs. En zijn ze weer de kleur van dat oranje, zeg maar, van deze voiture. Wat moet ik er verder over vertellen? Hij heeft progressive hydraulic cushions. Oftewel, het is hartstikke lekker om erin te zitten. Een paar verschillende benzines, 130 en 180 pk, 2 diesels, 130 en 160 pk. En die staat daar achter mij. En die vind ik overigens bijzonder lelijk uitgevoerde plug-in hybrid van de C5 Aircross. Is nog een concept, maar dit vind ik echt qua kleuren gewoon niet oké. Met verschillende kleuren blauw en groen gecombineerd. Die hybride aanleiderheeflijn, die is natuurlijk dan ook delen met Peugeot en DS. Zo is het natuurlijk ook weer. Dit wordt een 1.6
Met 180 pk, 110 pk elektro en dat totaal is dat 225 pk. 50 km elektrische range, WLTP, nou ja, dat zien we natuurlijk bij al die auto's terecht. Het is nog een concept. Ik vind hem niet bijzonder fraai. En ja, Citroën is natuurlijk ook niet bijzonder snel hiermee. Grap die een collega maakt, volgens mij Willem. Maar ik weet niet zeker of Willem was. 5 jaar nadat Mitsubishi met de Outlander kwam, komt Citroën ook met een plug-in hybrid. Misschien een beetje leug, maar ja, weet je, het is wel zo. De markt gaat hier naartoe. Dus blijft natuurlijk een beetje de vraag hoe in Nederland belastingmaatregelen gaan zijn. Of er veel vraag naar komt. Maar die auto's, die gaan in ieder geval komen. Nee. Het haalt het faal in mijn schoenen naar boven. Maar plopkap erbij is ook niet echt heel erg goed. Ja, dit is een nieuwe Audi A1. Ik vind hem echt een stuk stoerder geworden dan de vorige A1. Dat vond ik wel een grappige auto, maar ik vond hem net even niet mannelijk genoeg qua styling. Zeg maar net even wat te bol of zo. Deze is lager, breder. En als je hem in deze specificatie zou bestellen, is een S-Line. Dat vind ik hem wel echt, zeg maar, ja, neigen naar zo'n Quattro. Ze hebben een aantal dingen van de oer-Quattro. Bijvoorbeeld die drie sleuven, zeg maar, in de voorkant van de motorkap. Dat is eigenlijk meer de bumper overigens. Ja, weet je, en dan natuurlijk dat rode kleurtje, de witte velgen, wat echt ontzettend onhandig is. Een ramp om schoon te maken overigens. Ja, Audi ringen op de achterportier. Zwart dak. Ja, ik vind het een gaaf ding. Hè. En hij is er gewoon echt wel eventjes ietsje stoerder geworden. Blijft de compacte Audi, dus wat dat betreft kan je daar heel erg over discussiëren hoe mannelijk het echt wordt. Maar die discussie gaan we voor vandaag dan even niet aan. Alleen nog maar als sportback, alleen maar 5 deuren. En we gaan motoren krijgen voorlopig van 95 tot 200 pk. En dit is de 30 TFSI. En denk je, nou 30, 3 liter TFSI, dat is wel even lekker. Nee, dit is gewoon de 1 liter 3 cilinder 115 pk. Dus dat houdt niet per se heel erg over. Zal prima rijden, maar ook weer niet heel erg wild. Optioneel 7 traps S-tronic, maar die wordt standaard op de 40 TFSI. En die naamgeving moet ik nog even aan wennen. En misschien moeten we ook eens even in het interieur gaan zitten. Als er iemand anders uitgaat, ja, dan gaat weer iemand anders in zitten. Iemand anders is met zijn iPad weer de binnenspiegel aan het bekijken. Ah, jongen. Yo, ambient lighting. Oh, kijk, ik moet echt even alles bekijken. Zie je? Dat is echt bizar. Die mensen die hier allemaal dingen aan het filmen en dan opslaan. Dat heeft hij dus wel. Hij heeft de ambient lighting. Nou, goed om te weten. Ja. Is toch handig? Zou ik een ding? Vraag het gewoon even bij Audi op. Interieur. Ja, hij heeft niet dat enorme porno-interieur zoals de A6 en A7 en A8 en Q8 en de e-tron. Dus met die twee schermen ook aan achterin gezet, jongens. Dan kan ik dat zien, hoor. Het is echt een super praktische familieauto. Kijk nou toch. Oh ja. Dat ik zo moeizaam instap, ligt nog steeds aan mijn rug. Niet aan de Audi A1. Ja, het ligt ook een beetje aan de Audi A1. Het is niet heel ruim. Martijn, kom er anders bij. Dan kan je het scherm filmen en zo. Weer aan de andere kant? Heerlijk. Super ruim, joh. Daar stapt iemand uit. Ja, weet je, interieur. Nee, ik vind het erg netjes. Oh. Echt in en uit kleine auto's stappen, dat vindt mijn rug nog niet zo leuk. Weet je wat het probleem met mijn rug was? Mijn rug stond even een beetje zo, mijn nek ook. En dat kwam doordat mijn zoon viel van de trap. En toen kon ik hem net niet vangen. Toen heb ik hem soort opgevangen met mijn voet. Met deze voet. Niet met deze schoenen. Zij viel uiteindelijk helemaal niet zo hard. Schrok er wel van. En ik dacht, goed gevangen. Goed gedaan, vaders. Maar ik had wel een grote blauwe plek op mijn voet. En ook wel een beetje pijn eraan. En daarna op een gegeven moment stond ik echt helemaal zo. Dus dat was niet helemaal top gegaan. Maar goed, dat geheel terzijde. Maar waarom ik zo moeizaam in en uitstap. Ja, weet je, leuk geworden, nieuwe A1. Ze waren echt gewoon lekker opgefrist. Misschien komen we nog terug. Maar nu hangt er nog een schaamlapje overheen. Het is de Skoda Kodiaq RS. Waarom hangt er een schaamlap overheen? Nou ja, het is een diesel. Het is 2 liter BTDI 240 pk. Nou ja, weet je, op zich natuurlijk prima. Prestatie ook wel oké. 6,7 seconden naar de 100. 220 km per uur of 228 km per uur. Topsnelheid. Even mijn neus kriebelen. 500 Nm koppel. Maar ja, diesel, dat kan natuurlijk niet meer. We hebben net bij Toyota gehoord en bij Lexus. Nee, de diesel is echt dood. Dank voor je diensten. En ja, een beetje het punt met deze auto's. Dat Skoda zegt, joh, kijk, we hebben op de Nürburgring meegereden. En we hebben een soort van record. 9 minuten, 29 seconden en 84 honderdste.
En nou is er één leuk feitje wat mij altijd is bijgebleven. Is dat de Opel Zafira OPC destijds sneller was dan de Golf GTI op de Nürburgring. Dus dat was ook al een beetje gênant voor Volkswagen. Maar dit is echt al 10 jaar geleden. Met die Zafira OPC deden ze in 8 minuut 54. Dus halve minuut sneller dan deze auto. En dat was nog op de oude Nürburgring met het oude asfalt. Met op vluchtplaats dat je echt wel even zeg maar, de lucht inging. Dus ja, ik weet niet wat Skoda hier probeert te claimen. Maar het is in ieder geval de snelste Tsjechische SUV op de Nürburgring. Nou, dat is wel een mooi record. Maar vandaar dat het lapje er nog overheen zit. Ze gaan hem wel straks onthullen. En kunnen misschien nog even kijken of hij wel dik eruit ziet. Dat is misschien wel even aardig van Skoda. Maar als we geen tijd meer hebben, dan komen we hier gewoon niet meer terug. Zo is het ook. Hè? Hadden ze er maar geen lapje overheen moeten doen. Ja, dit is hem dan. De Skoda Vision RS. Ja, een beetje de Rapide gaat er zo een beetje uitzien. Feitelijk is dit ja, de GTE van Skoda. Wel weer een beetje een nieuwe implementatie daarvan. Namelijk met de 1.5 TSI. En die heeft eventjes op spieken 150 pk. Een elektromotor van 102 pk. Totaal kom je dan 245 trappelende paarden. Die optelsom die klopt inderdaad niet. Maar dat hebben we vaak natuurlijk gezien bij plug-in hybrides. Dat je mag niet zomaar de pk's bij elkaar optellen. Ja, 13 kWh lithium-ion batterij en daarmee zou hij 70 km elektrisch moeten kunnen rijden. Dus aan de ene kant zie je hier al wel duidelijk hoe die auto straks uit gaat zien. Maar ja, minus die gekke velgen met carbon inserts, gekke stoelen, mooie kuipstoelen trouwens. Ik vind ze mooi, maar die gaan er niet in zitten. Die spoiler, weet je, het wordt natuurlijk allemaal wat normaler straks. Gekke spiegels heeft hij ook. Dat is wel tof trouwens. Echt zo'n mooi LED lichtje, zo'n soort carbon werkje. Vind ik wel tof gedaan trouwens. Maar dat wordt natuurlijk allemaal gewoon veel normaler en veel meer gewoon echt normale, saaie Skoda meuk. 7,1 seconden naar 100 vind ik dan weer niet zo heel erg snel voor 245 pk. Maar goed, ja, dus dit wordt de nieuwe Rapide Spaceback, feitelijk. Maar dan wat normaler dus. Of had ik het al gezegd, dat hij wat normaler zou worden? We hebben er nog een gevonden, een auto die sneller is dan de Porsche Macan. Nee, echt, maar ook veel sneller. Dit vind ik wel echt leuk. Weet je, ik zie Jaguar F-Pace. E-Pace gaan ze ook leuk om te zien. Misschien minder spannend om te rijden. F-Pace, gaaf om te rijden. Dit is de SVR. En dan dachten ze, nou ja, wat moeten we dan voor blok erin doen? Nou weet je wat, dikke V8. 550 pk, dus gewoon 4,3 seconden naar 100. Dat is echt heel snel. 283 km per uur is ook echt heel snel. En het ziet er gewoon goed en dik uit. Weet je, dat telt ook. Gewoon echt een lekker dik apparaat. Moet je ook kijken, het interieur is echt wel heel goed geworden gewoon. En dat zeg ik niet omdat het PR-manager van Jaguar hier in de buurt staat, maar ik vind het gewoon echt gaaf. Mooie stoelen, mooie kuipstoeltjes. Ja, moeten we maar een keer in gaan rijden. Het is natuurlijk alleen niet de toekomst, hè, want de toekomst is elektrisch. Dus ik moet eigenlijk zeggen dat ik de iPace natuurlijk echt veel interessant vind. Maar ik vind dit stiekem ook wel echt fucking dik. Moet even aan de achterkant kijken nog? Moeten we doen. Nee, weet je, gewoon helemaal goed. Zijn die bumpers net even wat anders? De ogen gewoon net wat breder. Ik weet niet of die ook echt breder is. Ik denk dat dat wel meevalt. Goede uitlaat. Zal ik wel, ja, het heeft natuurlijk die V8 van Jaguar. Die V8 van Jaguar, die klinkt gewoon goed. Dus hier gaan wij blij van worden als we daar binnenkort een rondje in kunnen rondtoeren. Oh, vogel werd afgeleid. Dichterbij. Hallo? Zit. Lig. 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 Hij luistert niet. Dat is jammer. Kan ik meer dingen doen? Oh, ik moet make some noise. Hallo? Jaguar? Jaguar? Nee, hij wordt afgeleid door het vogel. Hij is weg. Nou ja, weet je, ik ben minder een bedreiging dan, dan een vogel. Maar ja. En wat dit alweer met Jaguar te maken heeft. Oh, oké. Okay. Oh, okay.
Dit is hem dan. Zonder hoes. Ja, het is feest! 20 jaar Yaris. En vandaar deze speciale versie. Goudkleur, grijs dak. Er komen 200 stuks naar Nederland. Jongen, yes! Woehoe. Ik vind het trouwens wel een grappige uitvoering qua kleur. Nee, meen ik echt even serieus. Ik vind een Yaris Hybrid, ik weet niet of ik daar nog thuis mee zou kunnen komen als ik die voor mijn vriendin meeneem. Ik denk het niet. Maar ik vind deze kleurstelling wel erg tof geworden. Maar ik had jullie beloofd om een of ander dik apparaat te gaan zoeken. Dus dat ga ik gewoon nog even doen. Ik ben zo terug. Ik heb er geen gevonden. Kom mee. Nou, dit is hem dan. De D8. Ja, dat is niet gewoon de BMW 8, maar D8 staat op het kentekenplaatje voor en achter. Ja, is dan de nieuwe 8-serie. Nou, het icoon wat we hadden in de jaren 80 was dat. Was de jaren 90. Nou, maakt niet zo heel veel uit. In ieder geval lang geleden. Ja, feitelijk natuurlijk een opvolger van de 6-serie coupé. Laten we het niet moeilijker maken dan het is. Maar ja, BMW dacht van, joh, hoe hoger dat nummer maar, hoe meer we voor die auto kunnen vragen. Zo werkt dat een beetje in de automobielindustrie. Maar dit is natuurlijk gewoon een 5-serie coupé. En overigens is daar helemaal niks mis mee. Ik vind het een mooie auto. En wel iets te veel als concept en semi-concept en halve productieversie gezien. Hij is al 10 keer gelanceerd, geloof ik. Dus dat betreft de verrassing er wel een beetje vanaf. Voorlopig nog 2 motoren. Dus je hebt de 840D, die heeft 320 pk. En deze M850i Xtra, 530 pk V8. Dus zeg maar M-performance, nog niet de echte MM. Ik weet niet of er een echte M8 komt. Ongetwijfeld denken ze er wel over na. Maar ja, je weet het bij BMW nooit. Die zijn toch wel een beetje terughoudend met dat soort modellen. Ja, 4-zits coupé. Wat wel een beetje het nadeel is aan dit type auto, is dat het ondanks. Wat een beetje het nadeel is met dit type auto, dat het ja, bij de 4-serie coupé overigens best wel oké achterin zitten is. Is het bij de 6-serie en bij deze 8-serie waarschijnlijk ja, eigenlijk gewoon net niet. Het zijn wel hele grote auto's, maar ruimte op de achterbank, nee. Daarvoor koop je hem niet. Dan koop je maar gewoon een 5, een 7-serie of een 6-serie GT of een 8-serie Grand Coupé, die er ongetwijfeld ook nog een keer achter komen. Die jongens zijn allemaal foute niergrappen aan het maken. Zo, kunnen we Nier beginnen? En Robert De Niro zou een goede ambassadeur zijn. Nou, ik zie dat Nier zo. Ja, jeetje jongens. Kijk, dit is echt wel huge, de Nier. Het wordt alleen maar groter bij de BMW X5. De X5 zelf overigens ook. En daar heb ik allerlei informatie over op mijn speakbriefje staan. Dus dat kan ik er dan altijd weer even bij pakken. Dat is altijd weer fijn. 3,6 centimeter langer. 6,6 centimeter breder. Dus dat is echt wel fors. 1,9 centimeter hoger. Tot 22 inch velgen. Nou, dat heeft deze waarschijnlijk inderdaad dan ook. Slecht nieuws, ja, dat hebben we inderdaad natuurlijk ook altijd weer. De X350i, die krijgen we voorlopig even niet in Europa. En of die nog wel komt, ja, ik denk het uiteindelijk voortaan wel. Ondertussen zijn we alleen nog maar de Nier aan het filmen. Dat is alweer weer mooi. Drietal varianten wel in Nederland. X-Drive 30D, 265 pk, 90.000 euro. 6,5 seconden naar de 100, 32 km per uur. En de 40i, dat is natuurlijk de 6 in lijn ook. 340 pk, 450 Nm kop. Het is maar 694 euro. Die doet in 5,5 seconden naar de 100. 243 km per uur. En dan hebben we nog de M40D. Ja, dat is zeg maar een beetje die M-performance versie met weer een dikke diesel in het vooronder. M50D zei ik, hè, want 400 pk, 760 Nm kop. Dat is wel echt veel. Het is gewoon een rap jongen. Voor het pakhuis wat het is, 5,2 seconden naar de 100. Maar dat kost dan ook wel 126.000 euro. En topsnelheid is 250 km per uur. We moeten eigenlijk ook even in het interieur kijken. Of ze een beetje onpaar zijn. Laat die Nieren los. Laat ze los. Kan je ze al loslaten? Ja. Ja, ja. Dit is een M50D trouwens. Ja, weet je, ik... Al die SUV's hebben allemaal, zijn ze R-Line, S-Line, M-pakket, weet je wel. Dus ze willen wel een offroader, of ze hebben een iets hogere auto, maar dan moeten we hem wel weer met hele dikke velgen. En nou ja, een beetje sportuitvoering. Ik ga even instappen. Hoi! Mijn soepele zelf. Ja, de interieur denk ik niet mega verrassend. Het stroom staat er overigens niet geheel op. Hier bijvoorbeeld is een display waar dan temperatuur en zo staat. Maar ja...
BMW heeft een beetje het nadeel dat Audi tegenwoordig gaat niet weer naar de nieren lopen. Hè. Laat even de schermen zien. Wel twee grote schermen, 12,3 inch allebei groot. Het ziet er wel fraai uit, maar ja, voor de rest gewoon best wel wat knoppen. Waar we bij Audi en bij de overkant bijvoorbeeld, Range Rover, Jaguar, inmiddels gewoon gewend zijn dat er mooie schermen hier zitten in plaats van al die knopjes. Ja, dus dit is niet echt een revolutie. Het is wel fraai, maar het is een beetje voorspelbaar. En niet echt een, zeg maar, een doorbraak of voorsprong door techniek is het zeker ook niet. Maar dat deden ze ook niet, hè, bij BMW. Dat deden die anderen. Het is echt wel een huge motherfucker, wou ik zeggen. Maar ik mocht geen scheldwoorden gebruiken in mijn video's. Het is wel groot. Echt gewoon weer maat groot geworden. Terwijl ze komen ook nog, schijnbaar, met een X7 die hier weer boven komt. Die achterlicht is wel mooi. Kofferklep, als weer in twee delen, hè. Dus ik kan er lekker op zitten, zeg maar, als je gaat picknicken. Elektrisch bedienbaar natuurlijk allemaal. Hoppakee. Het is wel mooi. Ik heb eigenlijk nog niks gelezen over een eventuele 7-zitsversie, maar volgens mij komt hij er altijd wel van de X5. Of misschien wordt dat dan weer de X7. Oeh, gaat ook vanzelf dicht. Super handig, kan ook met één knopje gewoon dicht doen. Zo mooi. Zo lekker Duits. Daar is over nagedacht. Dit is wat je wil. Dus denk ik niet een moment dat je met alleen deze klep open wilt rijden. Lijkt me niet heel handig. Maar toch gaan we door naar andere BMW's zien. Nou, dit is hem dan. De nieuwe BMW Z4. Ik moet echt, denk nog even wennen. Willem E., onze fijne collega, had een hele mooie quote hierover. Waarom hebben ze bij BMW de neus van een Kia Stinger op een Fiat 124 geplakt? Nu ik erbij sta, denk ik overigens dat dat niet helemaal de waarheid is. Maar ik heb wel een beetje moeite met de staling zo recht van voren. Ja, ik weet niet. Je moet er even van wennen. Ik moet hier denk ik nog wel een beetje aan wennen. Het is natuurlijk wel een mooie klassieke roadster. Motor in lengte richting. Achterwielaandrijving. Gewoon lekker twee zitplaatjes. Maar gewoon lekker, zeg maar, de auto voor papa of voor mama. We discrimineren natuurlijk niet. Maar daar ga je verder niet heel veel kinderen mee meenemen. We hebben een drietal opties. Martijn stikt hier lustig. We hebben een drietal opties qua motoren. Instappertje S-Drive 20i, 2 liter 4 cilinder met 197 pk. Doet overigens nog 6,6 seconden naar de 100. Wat sneller is dan de Porsche Macan. De Porsche Macan, want er is geen andere Porsche Macan leverbaar dan de 4 cilinder ook. 240 km per uur, is ook sneller dan de Porsche Macan overigens. Is leuk man, alle auto's die sneller zijn dan een Porsche Macan. Kunnen een hele lijst meevullen. Dan hebben we de S-Drive 30i, 258 pk. Is overigens nog steeds een 2 liter 4 cilinder met turbo. 400 Nm koppel, en dat is dan best wel lekker trouwens. 5,4 seconden naar de 100, echt wel rap. 250 km per uur. En dan hebben we hier de M40i. Ook gewoon een S-Drive, dus gewoon een lekker achterwielaandrijvertje. Die mooie 6 in lijn B58 blok, 340 pk, 450 Nm koppel, 4,6 seconden naar de 100. Ja, dit is wel leuk, maar ik moet nog een beetje winnen aan de styling. Ik weet het niet. Ik weet niet zo goed waarom ik aan moet wennen. Waarom moeten we hier aan wennen? Gewoon omdat het, ja, ik weet niet. Misschien moet hij niet in het rood zijn, dat zou kunnen. Of misschien moet ik hem even rijdend zien of wat minder mensen omheen. I don't know. Maar goed, maakt niet uit. Anders kopen we gewoon een 3-serie. Die vonden we namelijk wel mooi, hadden jullie net gezien, hè? Dan komt er ook straks weer een nieuwe 4-serie, 4-serie cabrio. Alles komt er weer aan. Nee, wel veel nieuws hebben we bij BMW. Nieuwe draaier, big thing, nieuwe Z4, nieuwe 8-serie, nieuwe X5. Jeetjes joh, je zou bijna denken dat ze het belangrijk vinden om dat allemaal in Parijs te lanceren. En nu gaan we door naar een ander merk. We beginnen even met het belangrijkste nieuws hier in Parijs. Voor onze gendarmerie. Dit is een nieuwe B-klasse. Ja, die gaan onze gendarmerie natuurlijk ook krijgen. Maar die heeft gewoon standaard van die flippers. Dus die moeten gewoon weer vastgekit worden. Even kijken of dat een beetje kan. Serieus, dan moet je dat zo vastkitten. Ik kan er ook echt niet afhalen. Er moet een ander stuurtje of zo op. Maar ja, het is ook het nieuws. B-klasse, dit is de nieuwe. Overigens met smartphone ook te openen. Dat zie je hier. Dan moet je wel eens een sticker erop plakken, anders werkt het niet. People carrier eigenlijk van Mercedes-Benz. Ik vind hem mooier dan de BMW 2-serie Active Tourer. Eigenlijk altijd al gevonden. Dit is, ja, weer een beetje een nieuwe A-klasse CLS-sausje eroverheen. Alleen nog maar automaat verkrijgbaar.
Ja, verder. Weet je, hij heeft een iets grotere wielbasis en hij heeft ook motoren die beschikbaar zijn. Oh, wil je ook nog iets meer over de motoren weten? Nou, dat kan ik vertellen hoor. De B180 met 136 pk, B200 163 pk en nog twee diesels, ook 180D. En de 200D, 116, 150 pk. Ja, dit is niet het segment waar ik heel blij van word. Alhoewel natuurlijk wel de kans is dat ik ooit ga worden aangehouden door iemand die in zo'n auto rijdt. Doordat ik dan misschien net iets te snel onderweg ben. Ik vind overigens in deze kleur, dat mat grijs met een wit interieur, een goede grote velgen, best wel oké om aan te zien. Eigenlijk niet zoveel mis mee. Ik vind dit wel leuk hoor. Weet je, goede kleur, gewoon lekker knalblauw. Een beetje een Porsche kleur blauw, maar net niet helemaal natuurlijk. Audi SQ2, nou we zijn er net aan gewend dat er überhaupt een Q2 is. Komen ze al met een S-versie ervan. 2 liter turbo, 300 pk, 400 Nm, 4,8 seconden naar 100, 250 km per uur. Denk jezus, voor een Q2? Het is wel echt muy rapido. Hier ga je best wel wat, bijvoorbeeld oudere BMW M3 rijders mee voor lul zitten. Want hij heeft vierwielaandrijving, S-tronic, dus launch control. Noem maar erop. Je kunt die power altijd kwijt. Je gaat die acceleratie altijd halen. Weet je, hij kan het goed hebben qua uiterlijk. Gewoon lekker net even wat dikker. Het is natuurlijk geen RS-model, dus hij is niet zeg maar weer 20 centimeter breder. Maar ja, en die uitlaatjes, allemaal goed. Ik keur hem goed. Even binnenin kijken. Ach, schitterend. Dit is hij dan, de eerste keer dat hij in Europa is, maar dat is niet helemaal waar. Want in Genève stond er al een illegaal exemplaar. Daar is ook al een exemplaar op Nederlands kenteken gespot. Maar goed, Model 3, aan de ene kant natuurlijk een heel big thing. Aan de andere kant ja, ook weer niet, omdat we hem zo vaak al hebben gezien. Het is overigens wel grappig om te zien. Het is natuurlijk een elektrische auto, alleen maar elektrische auto's. Tesla, ja, verrassend. Maar dat ze alle stroom ook nodig hebben om die auto's op te laden. Want het is hier relatief donker op de stand. Maar eens even kijken, als je het vergelijkt met andere merken. Nou ja, daar bijvoorbeeld Mercedes en Smart hebben echt wel en gakmotors achter ons. Aanmerkelijk meer licht. Ja, en nu is even de vraag, wat moet ik dan nog van die Model 3 gaan vinden? Behalve dat er al heel veel mensen in zitten. Ik zie al wel weer wat dingetjes qua afwerking overigens. Dat is dan wel weer hilarisch. Maar goed, ik zal het nog even positief houden. Ik wil er zo wel even in zitten. En even naar het scherm zo kijken. Het is wel typische Tesla-styling. Als in dat ik het... Ik word er niet wild enthousiast van. Maar ik heb ook niet per se braakneigingen. Ik vind het niet een waanzinnig knappe auto. Het is gewoon wel oké. Wel relatief Amerikaans afgewerkt. Dus het is, ja, weet je, het is niet zo mooi als Audi, BMW, Mercedes. Maar dan zie je gewoon aan allerlei details. Kofferbak. Wow, ja, wel, het is wel oké. Een grote bak nog daaronder. Dat is natuurlijk normaal zo'n plek waar je of reservewiel zou hebben of iets anders. Nou, dat hebben we allemaal even niet bij ons. LPG-tank. Wel een handmatig kofferklepje. Ja, en nu? I don't know. Kijk eens goed naar het interieur. Het is wel... Ja, ik weet niet. Het is misschien het beste woord een soort van simplistisch. Het komt natuurlijk door het ene scherm. Maar ook die materialen. Het is wel beter dan het in eerste generaties Model S en dergelijke was. Maar er is weinig wat zeg maar echt mooi is. Weet je, als je in een Europese premium auto zit, dan vind je allerlei details. Vind ik, ja, dat is wel tof. En eigenlijk, los van het scherm, is er in Model 3, als even naar binnen spieken, ja, niet zo heel veel bijzonders te vinden. Ja, dit zijn die ultra-wide seats, dat zijn de hele witte stoelen, dat is dan wel weer oké. Okay. Nou, ik hoop dat die meneer zo gaat uitstappen, dan kan ik nog even met schermen misschien een beetje vreubelen en zo. Ik vraag me ook af hoe fijn dat is in de dagelijkse praktijk dat je maar één scherm hebt. Maar goed, dat is voor als we een keer gaan rijden. Hè. En mocht er ooit een keer in Europa rijden exemplaren worden gespot waar we ook in kunnen zitten. De stoel mag nog een stuk verder. Dag. Kijk, oh, dit is de toekomst. Ja, natuurlijk. Ik heb hem al besteld. Ja, wie niet? Ja, dat klopt. Maar ik ga hem volgend jaar krijgen. En dat hoop je. Dat weet ik zeker. Nou, we hebben een positieveling hier. We hebben weer een positieveling. Die gelooft er wel in. En waarom niet een Jaguar I-Pace of Audi e-tron of alles? Er is heel veel al leverbaar.
Een snel laadnetwerk is heel erg prettig. Drie fase laders, als ik om 11 uur s'avonds thuis kom, dat ik om 7 uur 's ochtends kan wegrijden. Dat zie ik met die Jaguar nog niet doen, want ik heb geen 32 ampère thuis. Maar dat kan je gewoon aanvragen? Ja, dat kost alleen al aan vaste lasten, €600 per jaar extra voor een upgrading van de meterkast. Ja, maar we doen het voor het milieu, niet voor de kost. Ja, dat werkt met deze ook. Nee, maar deze is ook niet. Nee, maar in de tussentijd rijd ik een BMW i3 en die is ook heel milieuvriendelijk. Ja. Dat is waar. Goed man. Ik ben, behalve het scherm is eigenlijk echt helemaal niks te zien in het interieur, hè? Echt gewoon, we kunnen... Oh, headlights settle on, auto. Een kaart. Ik kan er niet zoveel van maken verder. Behalve, dat is een heel mooi scherm. Nee, ik vind het scherm serieus mooi. De rest van het interieur, niet waanzinnig van onder de indruk. Maar daar koop je misschien niet voor. Ja, dit is... Yeah, I don't know. Het is wel een enorme hype. Het is een beetje van, do you love it or do you hate it? En dat is ook wel een beetje natuurlijk wat Elon Musk oproept. Weet je... Ik denk dat ze gewoon zullen moeten gaan rijden. Ik weet hoe de Jaguar I-Pace rijdt. Die rijdt goed. Ik weet hoe een Model S rijdt. Dat is gewoon eigenlijk minder dan I-Pace. Laten we daar eerlijk over zijn. Audi e-tron ga ik binnenkort mee rijden. Dus dan weet ik dan ook hoe dat gaat. I3 ken ik ook. Dat is ook niet heel inspirerend. Dit, weet je. Sommige mensen hypen me heel erg. En denk, fantastisch. Maar dat wil ik gewoon zelf ervaren. En dan krijgen jullie mijn oordeel. Ooit een keer mochten we bij Tesla eindelijk een keer een model kunnen vinden dat in Europa rondrijdt. Wordt vervolgd dus. Ook weer de best verkochte auto in het segment. DE-segment. Toyota Camry. Dus ja, weet je, wat dat betreft doet Toyota het wel weer goed. Alleen, in Nederland... Ja, in Nederland doen ze dat dus niet. Voor de Camry hebben we daar de verdediging voor dat hij 14 jaar niet leverbaar is geweest bij ons. En nu komt hij weer terug. De grote vraag is wel waarom ze dat dan doen. Want het is natuurlijk wel een soort auto wat niet meer zo heel erg hard loopt. Een grote sedan, redelijk traditioneel vormgegeven. Wel lekker veel ruimte, volgens mij ook op de achterbank. Ga even kijken. Goeie taxi. Lekker degelijk. Uiteraard ook hybrid aandrijflijn. Ja, eigenlijk feitelijk doe ik overal dezelfde aandrijflijn in. Dus 218 pk hybride aandrijflijn zonder stekker. En Toyota en Lexus zeggen natuurlijk, bedankt diesel voor jullie bewezen diensten. Want wij hebben nu zuinige hybrides waarmee je eigenlijk hetzelfde qua verbruik kan doen. Maar zonder al die nare roet en andere deeltjes, NOx delen die de wereld in worden gevlogen. Ik ga er eens even in zitten om eens even kijken of het wat is als ik achter het stuur zit. Ik denk eerlijk gezegd dat ik niet heel erg geïnspireerd ga zijn. Maar stoel staat een beetje kloten. Ja, dit is zo'n gevalletje, het is wel netjes. Zeg maar echt zo'n prima huurauto ergens. Maar kijk, qua navi, het is niet een heel groot scherm. Bediening van de climate control is gewoon nog redelijk traditioneel. Wel een groot heads-up display wat nu uitstaat. Nou, ik zie hem wel trouwens, dat is dan wel weer mooi. Dit zijn ook allemaal schermen natuurlijk. Maar het is niet zo dat je als je hier instapt en vervolgens in de Mercedes, Audi of BMW, dat je denkt, maar die Camry, dat was me mooi. Het is gewoon netjes. Maar ja, dat is wel een beetje des Toyota's. Het is niet heel bijzonder, exotisch. Maar wel heel degelijk. Ik ga mezelf er even uitvogelen. Dus je denkt, joh, wat loopt die jongen moeilijk? Wat komt die moeilijk uit de auto's? Ik had heel erg last van mijn rug. Dit kon ik echt niet zonder rollator erbij. Dus het gaat inmiddels alweer een stuk beter. En dan kan ik dan nog een brugje maken naar de Camry. Ben ik even aan het denken van, joh, gaat het dan ook beter met de Camry straks? Ja, ik weet het niet. Ik vind dit een moeilijke auto voor Nederland. Ik zie er gewoon niet zo heel veel marktpotentieel voor. Natuurlijk ook heel erg van de prijs af. Misschien gaan ze echt een waanzinnige goede prijs erop plakken. Dat je denkt, dit is de nieuwe Skoda Superb, zoiets. Dat zou nog kunnen. Maar dan moeten we even wachten. Medio 2019, komt die naar ons toe. Als je Toyota Camry een beetje te saai vindt, dan is hier de Lexus variant ervan. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of dat zo is, maar ik denk het haast wel. Lexus ES 300 Hybrid. Grappig, op mijn lijst stond nog de ES 250, dus ik ga even niet over de specs hebben. Er staat hier namelijk ook geen bordje bij. En ik kan even niet terugzoeken wat de specificaties zijn. Maar goed, betekent ongeveer weer 4-cilinder rond de 250 pk-achtig isjes. Maar die pk's komen er meestal wat minder
spectaculair uit in zo'n hybride. Een beetje dit gevoel, dat allemaal wat trager gaat. Nou, dat. GS gaat eruit. Dat was natuurlijk een achterwielaandrijver. Mooie balans. Ja, dit is een voorwielaandrijver. Ja, geen idee hoe de balans daarvan is. Maar het is natuurlijk wel anders. Ja, of het heel veel uitmaakt. Nou ja, die GS was ook niet echt een auto die we vaag op onze driftcursus terugzagen. We hebben nog plekken trouwens. 21 november. Even het mogen of 25 november even op de site kijken. Dus wat dat betreft maakt dat misschien niet zo heel veel uit. Qua packaging natuurlijk wel beter om het een voorwieldrijf te maken. Dan heb je gewoon meer ruimte. En ik wil zelfs BMW 1-series met voorwielaandrijving gaan bouwen. Ja, dan kunnen we bij Lexus natuurlijk ook gewoon voorwielaandrijving gaan bouwen. Dan hebben we natuurlijk nog meer nieuws hier. Daar de RC300H, die is gewijzigd. Ik heb geen idee wat het is. Ik zie daar een gele LC500H. Vind ik wel weer tof. Dan hebben we nog de Lexus UX. Dat is een nieuwe crossover. Wat kleiner, zeg maar soort CT200H. Maar dan net iets groter en hoger op zijn poten. Dan hebben we dan nog andere dingen. Dit is een RX. De lange RX, volgens mij heb je tegenwoordig ook een 7-zitter RX450H. Nou, dan hebben we al het Lexus nieuws eigenlijk een beetje gehad, terwijl ik gewoon niet van mijn plek ben gekomen. Dat is dan wel weer lekker voor mij. En voor jullie, want jullie hebben wat rustiger beeld gehad, hè. Plus, zeg maar, mijn kalme stijl op de achtergrond. Het is ook een beetje het hybride rijden, dat je dan gewoon wat rustiger wordt. Het is een deel van dat zo'n auto zo zuinig is, is dat je gewoon niet wordt opgejaagd. Het is belangrijk om gewoon rustig te blijven in het verkeer. Modern verkeer is gewoon druk. Er kunnen rare dingen gebeuren. En we moeten zuinig omgaan met onze brandstof. En daarom gaan we nu een van de dikke kanon zoeken. Maar dikke spoiler, jongen. Ja, spoilers is trouwens ook wel een ding, hè, van de Aftador SVJ. Dit is een nieuwe Nürburgring koning. Maar deze heeft dan ook weer die Actifa, in het Italiaans. Ik zal het even oplezen voordat het helemaal verkeerd gaat. Aerodynamica Lamborghini Attiva. Oftewel actieve aerodynamica van Lamborghini Ala. Niet te verwarren met Aladdin. Dat betekent dat hij zeg maar, lucht zeg maar, naar binnen kan halen. Maar bijvoorbeeld ook met kleppen dicht kan zetten. Zodat je een beetje torque factoring krijgt als het ware met de aerodynamica. Dus zeg maar spoilers aan de achterkant. Ik weet niet of ik dat hier goed kan laten zien. Ja, hier zie ik het eigenlijk niet. Maar hij kan dus zeg maar, bepaalde delen van de uitstroomopening van de spoiler bijvoorbeeld afsluiten. Dit is wel echt kanon. 770 pk uit die V12, 720 Nm. Dat geeft ook wel aan, hè, als die aantal pk's hoger is dan het aantal Nm, betekent dat je wel een behoorlijk opgefokt toerenmonster hebt. En dat zou je dus ook wel echt wel de moeder moeten reffen, dit apparaat, om al die pk's eruit te wringen. Nürburgring tijd 6 minuten 44 seconden en 97 honderd. Dat is echt wel rap. GT2 RS verslagen erop. En komt er 900 stuks. En er komt ook een SVJ 63. Een soort jubileum-icoontje. Daar komen er maar 63 stuks van. Dan wil ik natuurlijk ook nog even de specs weten. Nou, meer dan 350 kilometer topsnelheid. 2,8 seconden naar de 100. Sprint naar de 200. 8,6 seconden. Wat betekent dat een Ferrari 488 Pista Spider sneller is. Turbokoppel en iets minder gewicht misschien vergeleken bij deze auto. Maar ja, dit is wel echt wel heel ruig, bruut ding. Deze is wel leuk, hè? A-klasse sedan. Ja, weet je, ik hou hier wel van. Dat is raar, hè? Ik ben misschien een beetje meer sedan dan, maar vond ik ook. Het is echt een kofferklep trouwens. Dat wil ik even laten zien. Dit is de A3 limousine. Weet je, ik vind dat wel elegante auto's. Ze zijn absoluut echt onwijs onpraktisch. Die A3 RS3 limousine die we ooit reden, zeg maar, ter waarde van een huis. Ja, dat was echt gewoon draak van een auto qua kofferbakruimte, bagageruimte, interieurruimte, noem het allemaal op. Ja, ik vind het wel mooi om te zien. Deze ook. Hij is een stukje langer dan de hatchback. En hij heeft de meeste hoofdruimte achterin in zijn klasse. Oftewel, hij is ruimer dan die A3 limo. Er zit trouwens iemand in, dat is even aan het demonstreren voor mij. Ja, verder weet je, bekende motoren die beschikbaar komen. Dus de A200, dat is een 1,33 liter viercilindertje. M282, 163 pk. A250, 223 pk. En een 1,5 diesel van Renault met 116 pk. Ja, die komt er natuurlijk ook nog in. Ja, de A35 verwachten we hier ook wel van uiteindelijk een keer. En wat wel grappig is, hij is enorm gestroomlijnd. De CW-waarde van 0,22. Dat is dan wel met de 16-inch velg. En dat zijn deze duidelijk niet. Wil ik nog wat toevoegen? Ja. Wat is nou, waarom zou je dit nog gaan voeren naast een CLA?
Dat is een goede vraag, maar dat weet ik ook niet. Nee, maar dat heb ik sowieso nu bij Mercedes. Dat ze heel veel... Allemaal micro-niches als het ware aan het vullen zijn. Want ze hebben een CLA en een A-klasse limousine. Of sedan, of hoe ze hem noemen. Je hebt een AMG GT 4-deurs, maar je hebt ook een CLS. En ook in feite bijna dezelfde auto's. Ik begin dat zo langzamerhand een beetje niet meer te begrijpen. Ik vind het ingewikkeld. Ja, maar als de kopers het maar wel begrijpen. Nou ja, ik vraag me af of die het begrijpen of dat ze gewoon kopen omdat het er is. Ja. Of dat, oh, dat is een leuke kleur, doe die maar. Ja, precies. Dat is de AMG GT, meneer. Ja. Dat is goed, doe maar. En wat betreft die AMG 35, hij heeft de wielen al. Als je, zeg maar... Oh ja, kijk, er staat ernaast de A35. Zelfde wielen. Ja, ik snap het. Ik ben ook in de weer. We moeten nog wel even naar de AMG GT, want die moeten we nog even afzeiken met z'n tweeën. Hij is wel groot, dus dat wordt lastig. Oh, maar ik denk dat het toch lukt. Kom maar. Wat heb ik nog even afgevraagd? Maar blijft die CLA? Of is die A-klasse sedan of limo, hoe heet dat ding? Is dat niet gewoon de nieuwe CLA? Maar dan zou Mercedes een niche verwijderen. En ze zijn ze al op dit moment alleen maar aan toevoegen. Ja, dat is waar, ja. Ik weet het oprecht niet. Het zou kunnen dat de CLA dan verdwijnt, maar volgens mij niet. Volgens mij blijft die gewoon, als ik het allemaal goed begrepen heb. En het is wel raar dat ze dan anders die naam weer weggooien. Dus... Dat ook, ja. Waarom zou je dat doen? Hoe dan ook is het onlogisch. Want je voert wel CLS... En AMG GT naast elkaar. Wat is het verschil daartussen? Jij bent expert. Jij kan me dat feilloos uitleggen. Ja, ik heb absoluut geen idee. Nee, ik ook niet. Nee, ze zien er heel ietsjes anders uit. Maar er zit ook heel veel overeenkomst in. Het concept is volgens mij gewoon exact hetzelfde. Gewoon ja, vierdeur sportief gelijnde coupé. Ja, maar deze heeft een grote klep toch? Deze, kunnen we die open doen? Ja, kijk. Dat is het verschil. De CLS heeft een soort sedan kofferbak. Dit is gewoon de hatchback. Dus dit is eigenlijk de meer praktische versie voor de mensen die graag dingen verhuizen en zo. Waarom noemen ze dan de AMG GT en niet de CLS hatchback? CLS Shooting Brake. Ja, dat hebben ze gedaan, maar dat was geen succes. Shooting Brake is net veel anders. CLS nog iets. Maar wat mijn grootste afknapper is, staat hier achterop. Dit is de 43. Ik dacht AMG GT, dan gaan we gewoon alleen maar dikke apparaten krijgen. Weet je, dat wordt het verschil. Je hebt de CLS ook als AMG. Maar dan ja, daarboven komen dan AMG GT's met echt, echt fucking dikke kanonnen. Gewoon vuurspurkende draken in plaats van V8'en. Dat soort dingen. Maar het is niet gebeurd. CLS komt er ook tot en met 53, of niet? Zeg ik dat goed? Ja. Ja. En dan, maar dus dat is ook weer zoiets raars inderdaad. Er zit dan weer overlap in qua motoren en qua vermogen. Dat weet jij waarschijnlijk. Je hebt een speakbriefje, maar dat lijkt dan ook op elkaar. Ja, dit is 367 pk. Ja, en wat heeft de CLS 43? Of 367 pk. En de 53 heeft meer pk's. Het grootste verschil is deze op 270 km per uur begrensd. Dus je haalt wel iedere andere, alle CLS'en haal je in met deze instap AMG GT. Standaard op 270 begrensd, of moet je daarvoor bij betalen? Volgens mijn lijstje is die standaard daar begrensd. Ah. Maar je betaalt impliciet bij, want het is een AMG. Dus je hebt sowieso al gewoon hier letter A 10.000 euro, letter M 10.000 euro, letter G 10.000 euro. En al die streepjes in dit vakje, die zijn wat goedkoper. Dus dat is bij elkaar 16, dus 36.000 euro duurder dan een gewoon vergelijkbare Mercedes. Ja, denk ik ongeveer. Nee, ja, ik begrijp daadwerkelijk niet waarom het allemaal naast elkaar moet bestaan. Maar het, ja, er zal markt voor zijn. Mercedes doet daar onderzoek naar. En, Vind je hem wel mooi? Ik vind hem er best oké uitzien. En ik vind het rood wel echt een goede kleur voor zo'n dikke sloep. Dat vind ik dan wel weer tof. Ja, ik vind het wel mooi dat ze hem niet in het wit hebben neergezet. Wat waarschijnlijk meer voor de hand had gelegen. Maar dat ze hem in het rood neerzetten, vind ik dan wel weer gaaf. Nou, met deze stichtelijke woorden kunnen we dit item wel afsluiten, vind je niet? Vind ik wel. Kijk, dat is een groot verschil. Kijk, kan die ergens open trouwens? Oh, deze kan je niet van buiten open doen. Oh, daar, wacht even. Joh, het is een Mercedes sterklap, joh. Goed dat ik de expert bij me. Ja, 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 ik heb deze auto al een keertje meegehad natuurlijk. Maar ja, oké, dit is dus het verschil. Deze achteruit blijft dicht. Ja. En we hebben hier wel een... Onder de ding. Kijk nou, joh. We hebben hier, kan wel allerlei dingen in doen. Dat heeft de AMG... Nee, dat is niet zo. Mercedes-rijders handelen niet allemaal in drugs. Hij is wel. Oh, straks adverteren ze nooit meer bij ons. Ja, ik vind deze trouwens mooier dan de AMG GT. Dat is dan wel weer grappig, hè? Ja, niet de kleur en zo, niet de uitvoering. Maar nee, maar qua vorm. Qua vorm ben ik denk ik met je eens. Ja. Vloeiender. AMG GT is een beetje Porsche Panamera. En van de eerste Panamera was niet iedereen fan qua lijnenspel en zo. Nee. Dat is nogal een vergelijking die je maakt. Maar ja, nee, dat klopt. Nee, van de eerste Panamera was niet iedereen fan. Jij wel trouwens? Ja, maar een beetje op zo'n foute manier. Net zoals dat ik de eerste generatie CLS ook tof vind. Niet per se mooi, maar wel tof. Maar is meer doordat die fout is, dat ik hem dan toch een beetje gaaf vind of zo. Fout en duur. Fout en duur, ja. Want fout en goedkoop Sang-jong, dat vinden we dan weer niet tof, hè?
Nee. Is dit een bruggetje naar de stand van Sanyong? Want die heb ik nog niet gezien. Wel GAC-motor. Of GAC-motor. Die echt een huge stand en 48 modellen en een conceptcar hebben. En ik heb er nog nooit van gehoord. Maar ik hoorde net dat de directeur van het complex hier, zeg maar van de Parijs Motor Show, daar het openingspraatje heeft gehouden vandaag. Waarschijnlijk ook omdat de mensen van GAC Motor of GAC Motor daar zelf niet zo heel erg goed in zijn. Openingspraatje in het Engels. Ik ga maar nu even googlen. GAC Motor. GAC Hilversum is ook iets. Oh jee. Dat is wat anders. GAC Motor. Qatar, nee. Motor, met zonder S. Oh, maar GAC Motor. Ja. GAC Motor. Welkom to the fascinating. Ze hebben een history, zie ik. Ja, history. Ze hebben al een miljoen auto's. The 1 millionth vehicle came off the line in april 2017. Ja. Chinees merk. Chinees merk, ja, dat had ik al wel een beetje gegokt. Maar dat is wel bizar. Maar gok, gegakt. Ja, ik gok dat GAC Chinees is. Gok. Maar ik weet niet of het naar Nederland komt. Dus weet je, laten we het gewoon overslaan. We hebben het anders zo druk. We moeten ook nog lunchen en zo. Dat is waar. Zullen we even gaan lunchen? En normaal worden we misschien niet zo wild meer van Infinities, maar deze is qua technologie dan wel weer leuk. Dat is een Project S. En ze willen natuurlijk een beetje de link leggen met de Formule 1. Dus dit is een dual hybrid aandrijflijn met ook die MGU's. Hè, de MGU-H voor de hitte en de MGU-K voor de kinetische energie. En dat zou moeten betekenen dat deze auto in theorie, nou, waarschijnlijk in de praktijk trouwens ook wel, elektriciteit kan opwekken tijdens het afremmen. Nou, dat kennen we al van hybrides, maar ook tijdens het accelereren, omdat die dan behoorlijk wat hitte natuurlijk genereert. Dat zijn die turbo's. Nou, 571 pk, dat is dan weer niet zo indrukwekkend. Sneller dan 4 seconden naar de 100, dat is eigenlijk ook niet zo indrukwekkend. Ik vind het trouwens wel een dik apparaat, dit trouwens. Als je dit gewoon zo ziet. Het is wel lekker subtiel, af en toe een geel streepje. Maar ja, het is natuurlijk een soort van Renault, hè? Dus er zijn jullie Formule 1 fans helemaal over de jank over. Dat is klote motoren en het ligt allemaal niet aan Max. Het ligt alleen maar aan die motor. Volgend jaar met Honda, jongen, dan gaat het goed komen. Echt, wordt in één keer wereldkampioen. We denken dat deze nieuw is, maar dat komt omdat onze crossover specialist Casper daar met zijn rugzakje om. Hier staat een foto van te maken. Hey, dit is de Qatar facelift, maar ik zie geen verschillen. Dit is een Black Edition. Dat betekent dat hij zwarte wielen heeft, denk ik. En op zich is het natuurlijk een compliment voor de auto als die facelift eigenlijk niet zoveel voorstelt. Want, zegt men in de autobranche dan, van ja, dan was hij blijkbaar al succesvol en had hij niet een hele erge update nodig. Dat betekent ook dat als een auto radicaal wijzigt met een facelift, dan was er iets mis mee. Dan gingen de verkopen toch nog niet zo goed als ze zouden willen. Nee, dit is de Qatar. Hij is ietsje aangepast. Ik heb geen idee wat er is aangepast. Wat voor kleur heeft deze auto? Rood. Maar hij heeft zwarte wielen. En zwarte spiegelkappen. Oh, is dat het? En zwarte banden. Ik vind hem vrij veel kleur hebben voor een Black Edition. Ja, dat is wel waar. Black betekent iets anders in het Frans. Jongens, ik heb nog meer nieuws gevonden op de Renault stand. Ja, weet je, de toekomst is natuurlijk gedeelde auto's, elektrisch, autonoom rijden en connected. Dat is een hele mooie afkorting voor ACES. Autonoom Connected Electric Shared Vehicle. En Renault heeft hier een aantal concepten neergezet, zoals je misschien wel ziet. Want dit lijkt nog niet heel erg productierijp. Wel met een defibrillator aan boord, dat is dan wel weer handig. Dit is een idee voor last mile delivery, dat je dat niet meer met een stinkende dieselbus gaat doen. Luister jullie mee. PTT Post. Want hallo, dat slaat ik inderdaad nergens meer op. De Easy Pro. Ja, dit is natuurlijk wel heel erg concept. Want ik zie niet eens of er echt wielen onder zitten. Het zou kunnen zijn dat dit uitschuift en dat er dan wielen uitkomen. Dat zou kunnen. Het is wel heel erg futuristisch. Achter mij staan nog wat mooie toekomstbeelden van Renault. En ik heb inmiddels uitgevonden dat er het nieuws van de Qatar zit dus gewoon onder de motorkap. Daar zit dat nieuwe blok wat ze delen met Mercedes. Volgens mij is het 1,33 liter groot. En dan had ik net de pk's erbij. Volgens mij was het zo goed. Ik onthoud vandaag echt helemaal niks. Ik ben een soort vergiet. Het gaat heel slecht met mij. Te weinig gedronken, te veel gedronken, ik denk te weinig. 140 of 160 pk. Het is een nieuwe TCE GPF 1,3 liter benzinemotor. Ja, meer trekkracht bij lage toerentallen, maar toch een lager brandstofverbruik. En dus minder CO2-testen. Nou, dat is natuurlijk belangrijk nieuws voor de Qatar. Maar goed, dit soort concepts, ja, ik heb er altijd een beetje moeite mee. Hoewel ik de man die ze heeft getekend, Laurens van der Akker, vind ik echt
zeg maar, visionair en heeft altijd een goed verhaal bij. Alleen, ja, ik zie dit zeg maar, de komende 10 jaar nog niet echt heel erg rondrijden in de stad. Alhoewel het dus wel een goed idee is. Ja, deze zijn natuurlijk uiteindelijk ook weer aankomen. Overigens had ik niet verwacht dat hij in Parijs stond. Dat was wel een beetje een verrassingje. De 488 Pista Spider. Of is het de 488 Spider Pista? In ieder geval, ja, je had ook al de speciale Aperta. Nou ja, dit is hetzelfde recept, maar dan als 488 betekent. Die 4 liter V8, maar dan met turbo's. Heeft een vermogensupgrade gekregen, wat natuurlijk met turbomotoren wat makkelijker is. Hij heeft nu 720 pk, dus minder dan 2 kg per pk voort te stuwen. Ja, wat dat betreft is het wel mooi en echt wel snel. 2,85 seconden naar de 100 en kan gewoon heel snel je haren hiermee droog feunen. Grappige uitvoering dit wel, omdat blauw en wit. Blauw leer ben ik wel echt heel erg fan van. Maar als je nou eens even doorkijkt, en misschien moeten we dan even omlopen. Daar zien we dan de twee specialo's van Ferrari staan. En dat zijn, ja, een beetje, het zijn geen one-offs natuurlijk, want ik weet niet hoeveel ze ervan gaan bouwen. Maar wel geïnspireerd op de bijzondere modellen zoals, en dan pakken we even een speakbriefje erbij, de 750 Monza, de 860 Monza en de 166 MM. Het zijn twee verschillende modellen. Als je even goed oplet, de SP1 en die heeft maar 1 zitplaats en de SP2 en die heeft 2 zitplaatsen. En, ik vind het wel tof. Aan de andere kant, dit zijn nou typisch van die auto's die de kelder in verdwijnen en er echt helemaal nooit meer uitkomen. Wel gaaf, V12, 6,5 liter groot, 810 pk, 2,9 seconden naar de 100. Dus de Pista Spider is sneller. In minder dan 8 seconden naar de 200. En ja, meer dan 300 km per uur. En wat wel grappig is om te melden, er was ooit al een keer een SP1. Dat was gebaseerd op de 430. En dat was door Fiora Vianti, die daar ook weer een, ja, een soort coachbeeldachtige auto van maakt. Ik vind het ergens heel gaaf en ergens ook dicht denk ik, ja, maar dit hier gaat helemaal niemand ooit mee rijden. Dus dat vind ik dan een beetje het jammere. Ze hebben wel een virtual windshield. Je zou door de aerodynamica niet al te veel vliegen in je gezicht moeten krijgen als je hiermee rijdt. Alhoewel je het waarschijnlijk toch gewoon met een helm gaat doen. Hey. Oog voor detail, het alarm gaat af van die A6, maar kijk even naar die kniplichten. Die zijn ook lekker, zeg maar, echt gewoon, joh, het is deze auto. Kijk nou, ik vind het wel gaaf gedaan hoor. Supermooi. En nu is hij uit. Goed zo. Precies goed. Nou, gelukkig. We stonden hier lang te wachten tot hier die meneer naast de auto zijn verhaal af kon maken met de cameraman hier. Maar gelukkig gaat er nog iemand anders in de shot staan. Dus dan kan ik dat ook doen. Dit is de Pro Seat. En als je denkt, ja, wat is het dan de Pro Seat? Nou, dat is de Seat. Dat is de Hedwig. De Pro Seat is een beetje shooting brake, station wagon achter. Ik vind hem overigens wel vrij geworden. Er is niks mis mee. Ja, Seat hebben we natuurlijk mee gereden. Mooi onderstel. Ontwikkeld door een Nederlander. Hè. Dat is echt wel heel gaaf. Rijdt gewoon echt goed. Verbazingwekkend goed voor een Kia. Verwacht gewoon niet een mooi onderstel, maar dat heeft hij dus wel. Ah, 594 liter bagage. En dus ik even te denken, we hebben net ergens anders ook de bagageruimte van gecheckt. De Corolla. En hoeveel had die dan? Eens even kijken. 598 liter. Dus inderdaad, de Corolla heeft een grotere bagageruimte dan de Kia Pro Seat. Dat is wel fijn. Hij doet inmiddels, mijn assistent doet even de bagageruimte open. 1 liter turbootje, 1.4 turbootje kun je krijgen. 120 en 140 pk. En een 1 diesel. Maar er staat hier ook nog een beetje lauwhete Kia, namelijk de Seat GT. Dus die gaan we nu even zoeken. En er staat ook nog een elektrische auto. Dus die gaan we ook nog even zoeken. Ja, dit is hem dan, de dikste Kia Seat of Pro Seat, maar hij is ook als Pro Seat van het moment, de GT. Ja, weet je, wij waren positief over het sturen in de Seat, dus ja, je verwacht eigenlijk dan dat er dan ook nog even een lekker gepeperde versie van komt, daar hoop je ook een beetje op. Dat is niet helemaal zo, het is wel deze, het is de 1.6, 204 pk, 265 Nm koppel, dus een beetje lauw warme hatch eigenlijk, 7,5 seconden naar de 100. Dat betekent dat je de Porsche Macan net moet laten gaan, maar als je een goede start hebt, dan versla je hem alsnog wel. 218 km per uur, ja, dit is een beetje lauw
warme hatch. Helaas heeft Kia ook wel gezegd van ja, maar er komt gewoon niet een echt dikke versie. Daarvoor moeten we bij concerngenoot Hyundai zijn met de i30N. Maar ik vind hem, hij oogt wel goed, wel lekker. Gewoon in rode accentjes, rood accentje in de wielen, rood remklauwtje. Interieur ook wel leuk, alhoewel iemand staat er echt hele rare foto's van het interieur te maken met enorm... Fantastisch statief. Weet je, gewoon kuipstoeltjes met ja, zo'n rood stikseltje, Alcantara. Weet je, ik vind het echt wel meer dan oké, zeg maar, combinatie hoe dat eruit ziet. Gewoon een leuke versie. Geen GTI-killer, maar wel gewoon grappig. Ik heb bij deze auto echt extreem veel cijfertjes. Kia e-Niro, zo'n elektrische variant van de Niro, volledig elektrisch variant van de Niro. Dat is natuurlijk altijd belangrijk om even bij te zetten. En die komt er in twee varianten, dus vandaar die vele cijfers die ik heb. Laten we eens met de light versie met kleine accu beginnen. Die heeft 39,2 kWh capaciteit, 136 pk, 312 km range. En daar, maar de meer interessante, denk ik, is de 64 kWh versie. Die heeft ook meer pk's, 204 stuks om precies te zijn. En 395 Nm aan koppels. En dat betekent 7,8 seconden naar de 100. Nou, dat is voor ja, wat een redelijk brave auto is natuurlijk echt gewoon wel rap. En veel belangrijker, echt forse actieradius, 485 km WLTP. Dus dat is gewoon, ja, weet je, dat tikt wel lekker aan. Dus dit is wel een auto waarvan ik verwacht dat we er redelijk wat gaan zien op de Nederlandse wegen. Ik weet niet precies wanneer, die komt volgens mij begin volgend jaar. En dan hebben we natuurlijk wel die nieuwe bijtellingsregeling. Maar ik verwacht niet dat deze auto nou heel fors boven de 50 mil gaat zijn. We hebben overigens nog helemaal geen prijzen van ze gehoord. Hij kan overigens tot 100 kilowattuur, moet ik dan zeggen, niet uur, snel laden. Dat betekent in 23 minuten tot 60% vol. Weet je, het is... Wel een beetje een saaie autovinder. Ik bedoel, die grill is even anders en daar zit het laadklepje in. En verder zie je er eigenlijk helemaal niks bijzonders aan. Maar ja, aan de andere kant, ja, het is gewoon een Kia Niro die gewoon elektrisch is. En dat wordt natuurlijk ook gewoon langzaam normaal. Dat we gewoon veel elektrische varianten ook van auto's krijgen. Die gewoon een behoorlijk stuk daarmee kunnen rijden op die accu. Maar dat is natuurlijk het belangrijkste. Dag. Mooi, we hebben de Hyundai stand net gevonden hier beneden. Een mooi zo'n lekker outdoor plaatsje, een beetje frisse lucht. Dit was het voor onze coverage vanuit Parijs. Wij gaan langzaam terugrijden. Hopen dat we ons hoofd niet stoot. Echt overal die parkeergarage hebben hier onwijs lage betonnen rand. Echt bizar. Een beetje oppassen. Dus dankjewel voor het kijken en tot een rijtest. Mijn auto. We hebben allerlei video's die we natuurlijk maken. En dan kunnen jullie gewoon naar kijken. Dat maakt mij helemaal niet uit waar je naar kijkt. Als je maar kijkt. Toedelokio, doei.